Malse makkers. Boe. Ja, daar heb ik je te pakken. Maar we zijn wel stipt op tijd. En we gaan vandaag een spelletje spelen genaamd Blair Witch. En ik ga je vertellen, ik zeg het bijna elke week tegenwoordig. We zitten echt midden in de streak van releases. Dit is een van de spelletjes waar ik meest naar uitkijk dit jaar. Ja, alle droomspellen. Alle droomspellen komen gewoon achter elkaar uit. Deze komt onverwachts gewoon eraan. We hebben echt een droge periode gehad. Ja, je zegt dat wel. Was het niet tijdens de E3 aangekondigd? Hij is nu al gewoon uit. Ja, dat, zeker weten, dat baby. Dat vind ik prachtig. En weet je wat ook mooi is? Makers van... Hoi! Echt een goed geluid. Echt een goed geluid. De makers van Layers of Fear. Maar we hebben dit vaak besproken. En het kan misgaan. Kan goed zijn. Kan verkeerd zijn. Maar ik geloof niet dat dit hetzelfde team is als deel 2. Want deel 2 is een paar maanden geleden uit. En deze is gewoon een paar maanden later uit. Dus dit moet deel 1 team zijn. Ik voel hem. En ik ga al in. En ik ga spartelen. Ik weet niet... Ik weet niet wat ik meer wilde zeggen eigenlijk. Ik wilde echt iets super slims zeggen. Maar ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Maar het kan bijna niet misgaan als het die makers zijn en de film Blair Witch. Ja, dat wilde ik zeggen. De Blair Witch is, staat in mijn... Top 3 engste films ooit. Ja. Ja, in horrorfilms top 3. Sommige mensen gaan je bespotten hoor. Blair Witch? Maar ik sta gewoon achter mijn woorden. Top 3, easy. Weet je wat ook in top 3 staat? Ja, Paranormal Activity. Ja, Paranormal Activity. En... Nee, ik ga een top 4 maken. Want Dawn of the Dead staat erin. Ja, ja, ja. Maar... Wat denk je van de Human Centipede? Human Centipede staat erin, Timo. En dan weet ik zeker weten, ja, tuurlijk. Ja, leuk mannetje. Maar iedereen gaat zitten klagen over die kut Human Centipede. Maar de Human Centipede is gewoon genieten. Het is een leuk film. Het is gewoon een leuke film. En mensen vinden het niet leuk, jongens, omdat andere mensen het niet leuk vinden. En daar ga ik tegenop staan. Ik heb iets bedacht en ik ga het een Twitch pitchen. Het heet Movie Night. Moet je het luisteren, want dan kunnen we die Centipede... Het hele punt is dat we die Centipede samen kunnen kijken. Twitch, die heeft Prime, hè? Die heeft de Prime, Amazon Prime, en er staan volgens mij ook films en series op. Ja, ja, ja. Ja. Koppel dat aan Twitch. Ja. En laat mensen een film huren via Twitch. Dus als ze streamen, dan gaan wij Human Centipede gaan we huren. Ja. En dan kunnen we die streamen, dan koop je eigenlijk de rechten om dat te streamen. Ja. Natuurlijk willen ze verdienen aan geld. Dus iedereen die wil meekijken... Verdienen geld, ja. Die we... Timon, laat me nou even één keer slim klinken. De mensen die je dan willen meekijken, kopen een ticket. En dat is eigenlijk ook dat ze gewoon die film ook kopen. En dan kunnen we het gezamenlijk kijken. En dat lijkt me mooi. En dan kunnen we Human Centipede kijken. Kunnen we er doorheen babbelen en vertellen waarom dat een top 3 is. Dus als Amazon, de maker van Amazon, de CEO van Amazon, ze toevallig zitten kijken. Luister en krabbel. Wil je even een paar tientjes hebben? Wij willen gewoon een filmpje samen kijken. Maar anders is het illegaal. Dit is gewoon de manier om het legaal te doen. Human Centipede, jongens. Dat is de dream. No deal, zegt iedereen. Oh, no deal. Het is een pitch, gast. Het is een pitch. Hij gaat geen geld uitgeven, zeggen ze allemaal. Je gaat toch ook wel eens naar de film? Dan gaan we met z'n allen naar de film, is het idee. Jongens. Ik vind het een kut idee. Je dacht dat je echt een lekker idee had. Je had een kut idee. Ik was vergeten dat ze niet aan geld uitgeven doen. Zie je alleen maar snorretjes. Hé, hey, jongens. We gaan... Wat wilde jij zeggen? Nee, ik wil helemaal niks zeggen. Je zit tegen jezelf wat te praten. Wat was dan het punt van de Human Centipede? Gewoon de top 4. Zoals even de top 4 films tussendoor. Na twee gratis gekeken te hebben, heb ik besloten een paar euro met jullie kant op te gooien. Dat vind ik heel fijn. Jullie verdienen het. Dankjewel. Al van jullie mannen. Dankjewel, jongen. Dit is echt te lang. Wat is lang? Ja, 25 maanden is te lang. Ja. En dit is de engste team ooit, gaat het worden. Dit belooft wat. En hoor. Ja, heel eng. Het gaat wel spannend worden. Het kan misgaan, want in de trailer zag je wel een paar monsters. En ik weet niet of jullie Blair Witch hebben gezien. Er zijn een paar helhonden. Daar zit geen helhonden in. Wat langer is dan Blair Witch is dat nieuwe baardje van Willem-Alexander. Gadverdamme. Ik ben er overstuur van. Ga je nou pesten? Ja, ga je nou pestkop uithangen? Dat heb ik niet van jou gewend. Ah, beste mannen. Wat weten jullie ons weer goed te prikkelen? Hopelijk gaan we samen met de Blair Witch... Ja, het moet toch een flip zijn. It's Brian. Maar voor de trouwens een nieuwe sub, mensen die nieuw willen subscriben, doe het even niet. Als je nu geen subscriber bent en je wilt subscriben, hij is zo lief.
Vanaf morgen. Ik dacht dat dan moeten we. Is het korting? Dan heb je 50% korting op subben. Dus als je nu wil subben, wacht even een paar dagen. Dan heb je 50% korting en is het maar 2,50 voor een suppie. Mooi. Scheelt weer wat centen. Mooi. Wacht even tot iedereen binnen is en dan gaan we lekker het spelletje spelen, jongens. Op Prime weet ik niet wat Prime ook is. Dankjewel voor de steun. 50 maanden alweer. Het is een eer. Hey, Tantu, Harde, Timon en Blair. Yo, gast. Heb er deze keer wel op zich wel een beetje zin in. Ja, wordt mooi. Die Blair bitch. Wout is er ook bij. Ja, van korting gaat ze Hollands hart sneller kloppen, zegt Stier al. Maakt niet eens, hij heeft geen zin om te subscriben, maar boeit hem niet. Oké, dan gaan we een filmpje kijken. Hop! Zo, hop. 5 september. Weet je wat ik had gehoord? Leuk feitje over humaan centipede. Nou? Het is door een Nederlanders weten we. USA. Ja, daarom is het USA. Zo goed. USA, baby! Weet je wat ik heb gehoord? Wij gingen Man of Medan spelen. Best een obscuur spelletje. En wat denk je? PewDiePie doet. Ja, ging het ook doen. Dat is zo jammer. Ik ging het ook. Dan gaat het naapen. En ging jouw helaas geintjes ook nog stelen. Ja, ik vind het jammer. Mijn top comment was ook wel van deze van lekker spelers. Ja, gelukkig dus wel. Ik heb er zin in. Ben er helemaal klaar voor. Ik ben er niet helemaal klaar voor. Dan drie, kleiner dan drie. Ik kan zomaar de woesie poesie zijn. Of ik kan echt alfa zijn. Je weet het nooit. Centipede, haha. Dat vind ik leuk, Kim. Heel lief klinkt het. Nieuwe centipede. Nasty Spooky. Het spel gaat niet nasty worden. Als het spel goed doen, dan gebeurt er helemaal niks de hele tijd. En worden we alleen maar bang voor niks. Ja. Ik verwacht heel veel bomen en ik verwacht ook zo'n verlaten huisje. Ik verwacht een nacht in een tentje dat je alleen maar geluiden hoort om je heen. En dat zou heel saai zijn wel. Nee, maar niet als je het goed doet, want je weet toch niet dat het alleen geluiden zijn. Het kan toch iets in je tent binnenstormen? Of dat in je tent van je afvliegt ofzo. Dan schrik je echt wel. Ah, ziek wordt tegelijk. Oh, Peter heeft helemaal geen goede ideeën. Nee, wij zijn de enige die hier met ideeën komt! Ja, maar als je kut ideeën. Ik heb ook ideeën. Ik houd voor me. Suiker? Suiker, joh. Kom op, even. Ik weet dat je nog maar 4 maandjes bij bent, maar kom op. Lekker, Richard. Trickle Eyes, dankjewel voor je 44 maanden. Trickle Eyes, deel dan even jouw favoriete horrorfilmpje. Ja, ik kan niet met een kutinformatie. Deel even je mening over de Human Centipede. Dit kutter dan Layers of VR. Oh! Dat is een gelijke... Nog kutter, maar Layers of VR was echt de Dream Supreme bijna. Nou, 1 was gewoon... Dat is wel de Dream. Niet Dream Supreme. Dream. De Dream was het gewoon. Voor een horrorfilm was het wel echt heel eng. Ja, behalve dat het spel was. Oh, is het nu dom. Oh jee, heb ik hem te pakken. Dat vind ik niet leuk. Pief, yo, uilieke, underasje, geers. Echt joh, dit is ook gewoon willekeurige informatie pompen ze hier gewoon een beetje. Alsof ze hun stream is, weet je wel. Geld uitgeven moet je ook niet doen, 57 maanden lang. Dat is echt de trouwste gozer, de trouwste van de trouwste, die man. Spreekt zichzelf wel tegen, een beetje. Detective, dankjewel voor je primepie. Dat waardeer ik. Dankjewel, Johan. Maar ik hoor wel meer mensen voor zeggen van, maar dat het niet zo leuk is te spelen. Oh, op hun eigen Steampagina. Ik ben vanavond wat later thuis dan dat ik verwacht had. Kun je mijn bordje eten in de magnetron zetten? Dat kan ik zelf ook doen, als je later thuis bent. Hey. Peter, ben je er bijna klaar voor? Ja, jongen, ik ga ze op stilzetten. Gaan we stilzetten? Gaan we ze op stilzetten? Nou, even we gaan even een paar wachten, een paar suppies en dan gaan we beginnen. Corrie, ik ben blij met die man, hè? Ja, tuurlijk. En ik wil ze wel bedanken, die gozer. Ze even een momentje gunnen ook. Want met de lange stream hebben ze zijn ze helemaal stil geweest. Nu mogen ze nu even losgaan. Hier hebben ze op gewacht. Dit is een momentje. Een momentje om even in aan te krijgen. Maar geef ze nou één kans. Mag ik iemands handje vasthouden als het eng wordt? Geen handen aanraken, dat is heel ranzig. Dat bedoel ik precies. Gaan we niet hier doen. Dan zet het gewoon wel weer mute, jullie. En dankjewel, Wissepie. Zullen we beginnen? Jij bent er klaar voor? Ik wil gewoon al in het spelletje spelen. Oké, dan gaan we. Wil jij spelen? Oh nee, dat durft hij niet. Zie je, ik wil al in het spelletje spelen, maar hij schuift hem echt mijn kant op alsof het helemaal niks is. Oh, begin echt met een Human Dark ook. Weet je wat mooi is? Game Pass, gratis staat hierop. Oeh, Game Pass. Game Pass is goed. We zijn niet gesponsord door Game Pass, maar Game Pass is goed. Dat ga ik gewoon zeggen. Je hoeft echt nooit meer een spel te kopen. Ik vind helemaal niks dat we een hond bij ons hebben. Maar als ze die chille muziek eens even uitgehaast. Oh, sorry. Ik dacht dat het erbij hoorde, werkelijk. Ik zie helemaal geflipte dingen in mijn beeld al. Blair Witch heeft echt de dream feel wel gewoon. Waarom hoor ik die mannen nu niet meer? Heb ik het gesloopt? Je hebt ze gemute. Je hebt ze dit keer gemute. Nee, maar... Zin weer. Ik hoort ze nog wel te horen, maar... Ik heb het weer gesloopt.
Ga nou niet zeggen beste Twitchers. Want die titel die staat nog steeds op mijn naam. Ja, dat weet ik niet. En dan komen die streaming awards. Die zijn we kwijt. Daar zijn we onze titel kwijt. Was het de vorige keer niet dat we gingen promoten dat de site offline was? Ja. Dus niemand heeft op ons gestemd. Ja. Jongens, stem even op ons. Ik wil graag vals winnen. Nee, er zit een jury, hè? Ja, maar je is ook een publieksprijs, hè? Een Dutch Streaming Awards. Zie je, spam even die link. Jongens, stem op ons, alsjeblieft. Best overal streamen. Zo, hoor, clip dat. Hoe zielig. Jongens. Ik heb niks gezegd, hoor. En laat dat en hij zei, jij bent als eerste op de podiumpie om dat dingetje boven je koppie te hijsen. Waarschijnlijk bij beste mail ga ik waarschijnlijk de meest sympathieke mail word ik dan. En typ even in bij beste mannelijke streamer. Nee. Priest, typ daar even Timon in. Timon ik van Lekker Spelen. Ik jullie er zo uitzien. Kijk, wij kunnen het niet zien, die bespotting nu. Wel. Ja, twee doodnormale gozer. Handsome mails. Ja, twee handsome mails. Oké, Peter, ik ga ervoor. Oké, dit is prima. Dit is perfect. Zo. Stijve camera. Yo, gewoon een YouTube. Oh, je dubbel YouTube, man. YouTube. Dank jullie wel. Peter, ik ga ervoor. Hey. Zo. Was het gezien? Hey. Nee, ik skipte erin. Ik drukte geen knop in hier. Je bent blijft een speedrunner, dus je weet het gewoon niet. Ja, soms doen mijn vingers andere dingen dan mijn breintje. Je bent een oor. Oké. Okay. Lionsgate doen die ook al spellen. Die doen al elke film en nu ook dit. Dat die blooper team heeft gemaakt. Onze hond gaat sowieso neer, laten we even eerlijk zijn. En ik ga misschien huilen. Ja, want het is wel echt gemaakt om lief te zijn, hè? Kijk nou, hij ging zelfs gapen. Burkittsville. Avond. In local news, there is still no sign of the 9-year-old Peter Shannon who went missing on Saturday afternoon. The missing boy was last seen wearing a green t-shirt and a Baltimore Crows cap. Het gaat weer over een kind. Het gaat weer over een kind. Hopelijk wordt het geen cool kind. Rare knipje. Wow, zo. Ben jij dit? Nee joh, maar... Zo. Pak de telefoon, dat ben ik wel. Telefoon pakken. Zo, dat hebben ze niet op de trailer laten zien. Zo! Die stijzen ze plinken me even in mijn gezicht joh. Oh, moeten we even opnemen. Hey Alice. Jess, hey. Yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well... Timon is een tip. Ik zeg het nooit meer over Timon. Ja, dat vind ik niet. Dat vind ik niet leuk. So, what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, gaan we crashen? Wow. We zijn aan het bellen aan het rijden. Gaat er een ghoul midden op de weg staan? Think that's a good idea? Why niet bellen tijdens het rijden, Timon. You know why? Laat maar mijn hondje bekijken, ook kan. You know oké, dus helemaal niet bellen, bellen en hond bekijken. Ja, maar je wil wel het hondje af en toe bekijken. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. De spiegel is nog niet goed afgesteld, zo te zien. Dan kun je hond beter zien. Het ziet er allemaal heel stijf uit en alles, wat moet ik zeggen. Hey makkers, sorry dat ik wat laat ben, maar hier is jullie vakantie. Hey, geen probleem, ga even snel zitten. We zijn net begonnen, maar loop niet voor het scherm langs, alsjeblieft. Oh jeetje! Oké, we zijn een aardig gozer die vermist joh gaat zoeken. En we hebben een hele lieve hond. En misschien gaan we hem aaien. En misschien voelt hij geesten aan, want dat doen honden soms. Ja! Als je een hond niet kan aaien in een game, dan weet je dat er geen passie in zit. Wat is dit nou allemaal? Zo. Xbox Game Pass is een beetje aan het kloten. Kijk nou. Ga je nou echt Game Pass de schuld geven? Is er al streaming of hebben we het gedownload? Het is gewoon gedownload. Oh, dit is gewoon een klotenspel.
Sorry, dat is mijn fout. Gamejournalist zegt die altijd, hè. Even een zaklampje mee. Hondje, kom op door, hoor. See if we can find a way to contact your planning. Daar gaan we. Kijk, het bos is wel gewoon geflipt als het 's avonds wordt. Ik zie het wel al. Dit kan echt de creep ultimate creep show worden. Het is nu alsof je gezien wordt. Of is dat door de hond? Je hond is er al. Je moet even aaien, kom op. Ik kan niet aaien. Nou, we spartelen wel iets ja, in. Ja, dat is... Dit, zeg maar. Ik kan een zaklamp in zijn gezicht stoppen. Vindt hij lekker. Vindt hij lekker. Oké, nou laten we even kijken wat hier achter zit dan. Een steentje. Oh, zo! It's been through enough already. De eerste paar keer gaan we dus schrikken van politieagenten en zo die rondrennen. Ja. Hey! Ik heb wel het gevoel dat het echt heel geflipt kan zijn, hoor. Het sfeertje is gewoon echt heel goed. Ik geloof nog wel, hoor. Ja, ik geloof het ook heel erg. En ik voel hem nu al zelfs een beetje. Ik zie nu al voor me dat het donker is. Ik kijk nou even hoeveel bomen er staan. Dan kan mijn breintje helemaal niet aan. Maar in de trailer zag ik wel helhonden. En helhonden zijn dan weer niet eng. Nee, dat is waar. Oh, oké, geflipte tekeningetjes. Mooi, hoor. Een beetje Slenderman-achtig. Oh, looks like they have the whole forest covered. Ze zijn gewoon op zoek naar het joch, maar ik wil gewoon niet dat het joch een ghoul is. Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Daar heb ik gewoon geen behoefte aan. Als het een ghoul is, dan gingen ze hem niet zoeken, denk ik. Dan zijn ze blij dat hij het bos eigenlijk in is. Ja, weet je, maar hij is zo verdwaald. Ja, ik wil niet naar mijn backpack. Dogsnack. Dogsnack! Dogsnackie! Oh. Is dit een dog snack? Het is allemaal heel onduidelijk. Hey Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Halve gezicht eraf, alleen de poes. Ja. Ja. Dog snackie. Ja, oké, okay, laat me even naar mijn hond kijken. Scooby snack! Dat zet Scooby Doo, zeg maar wel eens. Kijk hoe lief hij is! Dit is leuk! Right, boy? Hij is echt heel lief. Zo, oké. Okay. Ja, ik heb een snackie voor je. Vind je lekker? Duw hem in zijn mond. Die moet je heel lief. Smikkel. Hier, kom. Ik zit vast. Hey, hier. Ik kan alleen maar een snackie bekijken. Je kan alleen stijve snackie. Ik kan zelf misschien wel smikkelen. Ik zit zelf nu een beetje te twijfelen of ik hem wel wil eten. Wat is dit nou? Hier, neem eens. Hier, kom maar. Het is en blijft een cookie. Hey, maar Timo, wacht. We weten allemaal donders goed dat we straks verdwaald gaan raken in het bos. En dan moeten we niet ons eten verneuken nu al. Lekker die hondensnackie, maar ik heb maar drie over van die kleine hondensnackies. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, dus we moeten goed bewaren. They came well prepared. Behalve dat ze het niet mee hebben, het bos genomen. Ja, dat is een beetje dom. Nou, laten we gaan. Ik heb genoeg gezien hier. Ja, ik heb het gevoel dat ik echt ultiem ga spartelen. Voel je deze zo aan? Ja, ik voel het echt. Ik voel het echt. Was het... We need to find a way to contact the search party. Oh. De search party. We gaan gewoon lekker samen. Wat is dit? Zo. Wat is dit? Hey! Is lekker een stokkie. Een contact team. Moet ergens een raampje openstaan, dan kunnen we gewoon met een radiootje. Hoe denk jij dat mensen kunnen... Heb je niet in je zak een radiootje zitten? Waar je een walkie-talkie... Oh ja, ik heb hier een telefoon. Maar... Er staat misschien wel Snake op, hoor. Staat er Snake op? Ga je Donnie? Ga even Donnie even bellen. Games! Cobra Master! Cobra Master! Dat is echt Snake in! Dat is echt... Yes. Wow, hoe kan dit een kutspel zijn? Kijk! Ik ga door tot het einde. All in, Tim. Maak een lekker geluidje, joh. Daar gaan we! The Dream! Dit was gameplay. Oh, maar die is goed in die gasten. Dat is het probleem. Kan ik door het einde heen? Nee, zeker. Ik denk het niet. Dit is wel een risicovol. Let maar op. Boom. Je moet echt voor die highscore gaan, Timo. Dat vind ik prachtig om te zien. Boom. Je moet echt die oppersneeuw maken. Oeh, het is wel echt... Het komt op een lastige plek. Dit is maar gameplay, joh. Hop. Hey. Ja. Pakketje. Het kind kan wel even wachten, joh. Ja, inderdaad. Had hij ook maar zo'n coole mobiel moeten hebben. Die heeft hij waarschijnlijk. Daarom is hij zijn tijd vergeten, joh. Waarschijnlijk zit hij gewoon te chillen in een boompie. Nou, dan had hij toch gewoon kunnen bellen. Hij is toch in het potje, of niet? Oh. Je bent echt een oude gozer. Dat snap jij gewoon niet. Timo, je bent echt professioneel.
Het is pittig hoor, maar niet voor mij. Boom. Al die tijd wordt er gezegd dat we slecht in gamen zijn. En dan kom je eindelijk met dit spelletje. Ik ben niet eerst warm gedraaid. Normaal moet je eerst even warm draaien met het spel hoor. Let op jongens. Die is nasty! Oh baby! En we zien hier die coaches in de chat. Hey, dat is toch verslitter, joh. Dit. Gast. Hond kokhalsen naast je. Ja, ik was een beetje aan het kokken, maar ik ben even bezig, dus ik heb geen tijd om te kijken. Oh shit, ik kon ook afleiden door de klote beest. Lekker, maar je moet niet opgeven hoor, niet de druk voelen van de chat. Ja, ik voel bijna de druk, maar ik ga het gewoon uitzetten. Ik ga minstens die 100 pakken. Ik wil gewoon een vol scherm met sneeuw zien. Dubbel! Wat? Hij is vastgelopen. De highscore zeker gehaald. Ja. Kut ding. Ik ga geen shooter deluxe doen. Nee, dat is te gewelddadig. Wel even bellen. Wie wil je bellen? Kijk, we kunnen Tony's al... Pizza? Ja. Voor een pizzaatje. Ja, reageerde. Hij kent het woord pizza. Je goud is bijna op. I'll pass. Dit is wel druk. Je moet van tevoren bepalen en dan pas bellen. Want anders dan denk je, hij gaat wachten. Ik antwoord niet snel genoeg. Nu gaat hij mijn pizza spugen en zo. Ja, gelijk. Hoeveel fooi moet ik geven? Ik weet niet hoe dit werkt. Moet je fooi geven bij een pizza? Ja, dat is dus de druk. Daarom ga ik dus nooit. Ja, er geen fooi geven bij een pizza. Sommige mensen wel, dus dan moet het weer. En dan denk ik, hoeveel moet ik geven? Ik weet het niet eens. Gast, je gaat geen fooi geven bij een pizza. Als je pizza wordt bezorgd, ga je voor, als je voortaan een lekker zo'n snotroggeltje in wil hebben, dan moet je vooral geen fooi blijven geven. Is het normaal? Ik heb er nooit een fooi gegeven als kijk ik heb de pizza. Chat. Ja, dus dan zit jij echt lekker zo'n zoutig snotroggeltje. Die gozer krijgt gewoon loon. Waarom moet ik hem een... Hey. Dat zijn nou eenmaal die regels die iemand bepaald heeft en die we opeens allemaal aanhouden. Dat is echt maar een niemand bullshit. Weet precies waarom. Doe het dan in mijn pizza. Nee, ik ga niet weigeren. Geef maar een roggel nee, maar pizza. Doe het in een bonnetje verwerkt, zodat ik niet hoef na te denken, niet hoef te stressen. Want nu kan ik geen pizza's bestellen. Geen fooi. Ik ga gewoon zeggen, geen fooi. Kijk, op een restaurant doet iedereen, dat vind ik ook niet fijn, dat ga ik ook gewoon zeggen. Ja, maar ik doe het wel. Ik doe het, maar ik ben er niet blij mee. Ik ben er ook niet blij het mee. Het slaat helemaal nergens, want ze krijgen loon. Al doen ze het nou... Het is geen Amerika waar ze geen loon krijgen. Het boeit me niet eens als ze het gewoon in de bon doen. Maar nu moet ik zelf gaan bepalen hoe goed mens ben het ik. Het gaat niet om het geld en wat ook. Is veel, wat is niet veel, wat is normaal. Ja, maar in Amerika doen ze het puur omdat ze dan minder betaald krijgen. Ja, want daar moet je drie baantjes leven. Hebben en dan nog kun je niet... En je moet van een fooi leven. Maar in Nederland krijg je gewoon je loon. Je krijgt gewoon je loon, dus waarom... Wat is dit? Ik denk dat heel veel mensen in de bediening werken. Ja, nou... Spuug maar in mijn eten vanaf nu. Ik vind de fooi niet erg, ik vind de stress irritant. Ja. Ik moet nadenken, ik weet het niet. Ik snap de regels niet. Boeit me wel. Bedankt voor ik het... Ik kan er niet voor slapen. De fooi, Malse Sikko. Ik slaap er slecht van, ik heb er veel over nagedacht. Oké, wat moet ik nou doen, joh? Ik zit even aan het kutten. Ja, weet niet. Ik denk wel dat je je mobieltje of met je walkie-talkie of je radio of zo. Oké, nou. Dat weten we nu wel. Ja, en Joch is er. Hij is A9 en hij is vermist. Zijn mail is hij ook. Ja, human mail. Human boy mail. Hey, dankjewel, Roestaf. Vroeger hielp mijn hond nog wel eens. Ja, dat beest heb je helemaal geen kut aan. Die loopt een beetje rond te dwalen. Oké, pak nog eentje mobieltje en kijk of het is politie. Kofferbak, zeggen mensen. Je gaat in een politie zijn kofferbak gluren. Dit is een kofferbak. Ja, heb je die quack talk? You know? Hier, zit in een kofferbak. Ga je een kofferbak gluren. Ja, I'll call landing once I'm in the forest. Oké, dan doen we dat toch in de forest. Alright, ready as I'll ever be. Into the woods then. Ik vind het spannend. Eén potje snake. Nee. Als ik bang ben, wil jij er wel de... controle overnemen. Nee, want het is een tijd geleden dat je hem voelde. Oh, maar jij voelt hem zogenaamd nooit. Ik weet wat het is, joh. Kijk nou. Heel veel muggen of zo. Skill hem er wel overheen. Hop. Oké. Domme. Come on, bullet. Let's go find this kid. Zo straat ben ik met omdraaien, joh. Zo, wat is, handen, wat is dit voor spelgast? Mogen ze wel verpatchen dit, joh? Misschien hadden we die PC-versie toch moeten spelen of zo.
cool tone. Ga ik in Snake spelen. Hey, logo. Ik weet niet of je het serieus meent. En nog een logo. Oké, het wordt al iets donkerder. Ja, dit gaat gewoon een creepshow worden. Dit kan je niet even... Zelfs als het een kutspel is, gaat dit een beetje eng zijn. Dat kan toch niet anders? Ik weet niet. Kijk nou, wordt het heel actievol. En als dit donker is... Maar straks hebben we een mitrailleur en dan is het gelijk niet meer eng. We gaan geen wapen krijgen, denk ik. It's called Lanning. Okay. Okay, bel die man. The note said to use channel 2. Dan doe ik dat toch, of niet? Hey! Hey, hoppakee. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you've got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. Ja, bullet is goed. Je kan goed ruiken. Dan gaat een keer van ons wegrennen ook, hè. En dan gaat hij neer. Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, alright then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. We zijn echt overal langs gelopen nu al. Moeten we onze hond niet eerst ergens aan laten ruiken voordat hij gaat zoeken? Hij weet toch niet hoe het joch nu ruikt? Zie ik eruit als Caesar of hoe die gozer, Timon? Kan hem lief. Je kunt hem dan roepen. Ja, nu gaan aaien. Nu kan ik zeker aaien. Oh. This is Bullet, your right hand dog. Listen to his barking and watch his body language. He'll be the first to alarm you of any trouble. Trouble? But he'll need you help to deal with it. Remember the way you... Ik heb vanmiddag speciaal opnieuw gezubbed om de pyjama's Triam terug te kijken. Ja, dat is gezellig, hè. Remember, the way you treat him can affect his behavior later in the game. Stay close to him. Prolonged loneliness can affect your mental state. Dus je kan niet zonder hem, Tim. Ja. Ook maar je moet wel lief... Allemaal dingen kan ik hem... Oh, even kijken. Oh, aaien, we kunnen hem aaien. If you lose sight of Bullet, press LB. Ik denk dat het L1 is, to call him back. When he's nearby, look at him and hold LB. Dus ingedrukt houden, ja, toch wel een command. Even kijken. Seek, reprimand, dus straffen. Pet, dus aaien, stay close. Ik kan alleen maar aaien, kom maar even hier lekker busy. Ja, behandel die gozer maar goed. Wat hij dan op het einde van het spel zijn? Ja, ik moet seek command, nou, ga lekker zoeken. Seek. We hebben nog niet eens aaien, aaien, aaien man. Mocht nog niet, kijk maar, ik kan nog niet. Oh hier, kom maar. Ja, ja, kom maar. Mocht nog niet, alsof je moet vrij spelen. Hey. Ja, dat vindt hij heel lekker. Kijk wat een liefie. Yeah, Eén keertje, nog één keertje. Ja, deze is gewoon voor mij. Die ene was voor hem, deze is voor mij. Ja, oh, yeah, good dog. Pak stop. Oh, kijk wat een leukie. Niet lekker. Niet lekker. Yeah, lead on, buddy. Eentje. Nee, één keertje nog, één keertje. En één keer straffen om hem scherp te houden en dan weer voor aaien. Nee, niet straffen. Oh. We gaan hem niet straffen, joh. Ben je helemaal gek. Vindt hij lekker hoor, waar is dat beetje? Oh, kijk nou! Dit is heel leuk! De groetjes doen aan mijn maatje druif, heb je knapperd lekker koffie. Hij heeft gewoon verschillende, weet het ook. Tot nu toch een 10 uit 10 spel, maar dat beentje ging niet bewegen als een machine. Ja, maar dat is alleen een nep, joh. Is dat alleen nep? Ja, alleen tekenfilmpjes doen ze dat, joh. Timon, jij hebt nog nooit een hond geaaid, denk ik. Ja, niet jij op een buikie. Jij aait gewoon niet lekker! Ga niet op een buikie aaien, dat ja, gaat te mij veel te ver. Tepels, te veel tepels. Mookie mee, gast. Bullet! It's yep. It was a raccoon. Bullet, seek. Logging area is clear. Good job. Gast. Je hebt nog even aaien. Ik heb één keertje aaien. Aren't you a handsome boy? Ja, ja. Hij is een handsome boy. Dan blijven we hem lekker bij me lopen. Waarom zou je ooit wegsturen dan? Het is gewoon zit in mijn oor te schreeuwen, terwijl ik gewoon aan van mijn hondje wil aaien.
Hey! Fuck you. Kijk, 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 hier zijn ze geweest. Ze hebben iets gevonden, maar ze hebben het nog niet bekeken, Tim. Wat gaat er met die searchparties gebeuren? Die gaan, ja, af en toe hoort ze het elkaar zo, auw, 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 gaan ze dan zeggen tegen elkaar, sowieso. Oh, wat zie je? Dat heeft dat een grizzler was. Wat zie je, boy? Wat zie je? Kom hier. Kom hier. Hey. Hondje? Goddammit, kom op, niet van een baantje af. Ik zag wel wat bewegen, hoor. Ja, bewogen wel, maar we waren gewoon zo'n... Hey. Windvlaagje? Windvlaagje, ja. Come on, look around, boy. Kom even zoeken. Gaan we even lekker zoeken. Nothing there, huh? Niets daar midden op de weg waar we liepen. Oh, kut. Ja, dan weet ik toch iemand te bespotten, ja. En dan gaan we er helemaal die staat voor lul, Peet. Die staat voor lul. Niet klippen, jongens. Zou ik echt waarderen een keer. Dit is echt gewoon een gezellige boswandeling zo. Alleen het echte leven is kut. Dan heb je allemaal van die klote insecten en alles. En nu is het gewoon op videogames maakt alles wel beter. Dan hoef je niet naar buiten en alles. Specht. Heel! Is het niet gewoon makkelijk om een nieuw kind te maken uiteindelijk? Een nieuw kind? Het is niet ons kind toch? Wel. Nee, maar ik bedoel voor die gozer. Iedereen zit te zoeken en het lukt maar niet. Uiteindelijk is het een excuus bijna om een nieuw kind te maken, denk ik dan. Waarom een hond? Ja, negeer het maar. Ja. Blijf even bij me, joh, klote beest. No, don't do that. Oh, een steentje brengen. Oh, dit is zielig, joh. Hij bracht een steentje naar me toe. Is dat zielig? Ja, en hij ging, ik zei nee, niet doen. En hij bracht een heel lieve steentje naar me. Wat een leukie. Jullie zijn nu cool geworden. Why am I not surprised that this is what you brought? Een stukje papier. It's prime time. Wait here, buddy. Niet wait here, kom bij me mee. Stick close to me. Geïrriteerd toontje ook naar hem gelijk. Misschien was het een goed steentje, een zeldzaam steentje. Misschien zit er bloed op. Heb je het bekeken? Ja, ik heb bekeken. Dat is een zakdoekje. Een beetje snot waarschijnlijk zit er nog in. Zo heb ik het ook niet bekeken. Ik heb wel gevoel dat ik alle kanten op kan nu. Ja, of het is een specht of het is een mitrailleur. Nee, het is een spreeuw, joh. Een spreeuw. Spreeuw. Het is een lekker beestje is het ook. Het is gewoon helemaal mooi, joh. Het is gewoon echt schitterend. In mijn hoofd zag ik wel voor me dat we hem inmiddels wel gevonden zouden hebben. Het duurt wel heel lang. Joch, dat het gewoon klaar was. Het begint gewoon een beetje saai te worden, eerlijk gezegd, om te zoeken. Je moet gewoon een beetje opbouwen met zoeken, joh. Prime. Ik hoop gewoon dat het geen goal is geworden. Het enige wat ik hoop. Pas op voor die rupsen. Ja, dat gaan we doen. Ik heb me goed ingesmeerd. Kun je ze daarvoor smeren? Volgens mij niet. Waarmee ik heb wel salvies. Het zal gewoon een sapsausie. Meerdere sapsausie. Iedereen heeft wel eens een sapsausie in zijn kast staan. Smeren wat op is gewoon goed genoeg. Waar heb je het allemaal gesmeerd? Overal. Op je lichaam, ja. Daar hoort het, op je huid. Weet het niet, hoor. Ik zie helemaal niks verdachts. Ik zie nog niet eens... Zullen we even laten zoeken? Ziek. Dat is wel een grot, of niet? Ja. Ik merk nog een flipte geluid, die gast. Hoef niet te zoeken waar we staan, want dat kunnen we zelf nog wel zien. Ik heb in ieder geval dat het echt een getrainde hond is. Ik heb nog geen tandjes gevonden of zo. Ja, al maken we er een gat in, dan is het gewoon direct een grot, hè? Ja, waarom zouden wij dat doen? Ja, maar dat is gewoon het cool aan grote stenen. Kunnen we er overheen? Kijk, je loopt het echt dood, geloof nee, ik ook weer niet. Nee, rechts nu gewoon, joh, eromheen. Hierheen, van kom maar. Ga je mij nu zeggen, kijk maar. Nee, moet je niet heen. Je loopt dood. Wat? Je hebt een punt. Maar links heb je wel van de tape om de boom. Ja, overal heb je allemaal tapejes om de boom. Hier ook nog.
Ja, je kan hier denk ik omhoog. Hier echt omhoog, denk je? Ja. Dat denk ik niet, hoor. Nee, dat gaat hem niet worden. Moeten we denk ik gewoon terug? Nee, dat is... Natuurlijk moeten we niet helemaal terug. Dat lijkt me... Hey! Heel slecht design, maar je gaat het wel doen. Oh, kijk, kijk! Wat zie je? Nee, ik dacht dat jij het had gevonden. En ik wil me de eer strijken. Heel! Hey! Mensen zitten helemaal saai, maar ik voel het opbouw gewoon eigenlijk wel. Gewoon een beetje rondlopen, zometeen wordt het s'avond. Ik vind het, ik kan het gewoon voelen. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik denk gewoon dat je niet terug moet. Dat ik denk dat zometeen naar rechts moet hier. In plaats van links. Ik kom van links. Toen kwam ik net twee kanten op namelijk. Oké, okay, misschien moet ik... Ze laat je echt niet zo helemaal daarheen leiden om vervolgens ja, niet te doen. Ja, dat is waar. Dus misschien zie je iets in de boom hangen of iets. Ja, mijn hond vond, had ook niks gevonden. Die hond moet een grot graven. Nee, dat kan niet, denk ik niet. Maar heb je het tape al aangeklikt? Oh, hier? Nee, niet. Hier moet het niet. Maar we hebben al meerdere keren tape gevonden. Ja, hier kun je gewoon naar rechts, toch? Of niet? Wat ben je nou slap aan het lullen? Gast, dit loopt toch niet dood? Oh, hier kun je gewoon omhoog, of niet? We moeten gewoon even goed bekijken, want ik denk dat hier... ja, sorry, dat zit ik gewoon in ik denk dat het gewoon hier ergens gewoon iets ligt. Hier, oh, niet. Ik zeg dat oh hier, maar het is allemaal niet daar. Nee, maar het loopt daar dood. En dan is het meestal in een spel, dan moet je gewoon even op dat punt even kijken. En waarschijnlijk zien we dan iets. Of laat hier je hond even zoeken, misschien ziet hij iets. You can find something, buddy. Een stok. Dat is een mooie stok, hoor. Ja. Nothing there, huh? Het is echt een nutteloze hond, is het echt. Heb je helemaal geen klote aan? Of? Dat is heel lief! Ja, hij is gewoon lief aan die. Ja, die moet je even knuffelen. Heel. Oh, kut. Die moet je even knuffelen, ja, sorry. Dat moet gewoon even gebeuren. Yeah, good dog. Kom af, vindt hij lekker. Vindt hij lekker. Vindt hij echt lekker. Kom maar dan. Oké, nou, even kijken wat ik... Ik ga om me heen nog even één keer kijken, want ik kan me niet voorstellen dat je niks kan doen. Hier rechts. Kunnen we daarin niet iets aandrukken? Maar die takjes, dat hij zegt, takjes. Bullet, seek. Nou ja, dat zijn takjes. Maar niemand in de chat zegt het ook, dus wij zijn niet het enige nog dom. Dus dat voelt goed in ieder geval. Ja, dat is gewoon een nieuw spel. Normaal, dan spelen wij het spel ook niet. En dan zegt de chat altijd wat we moeten doen. En nu moeten we het zelf oplossen. En nu wordt het opeens heel moeilijk. En die steen, die heeft wel andere kleur. Kun je daar ook niet op klimmen? Nee joh. Pak ik die borstatlas bij. Ja, weet je hoe groot dat boek is? Die heb ik niet mee. Misschien kunnen we die hond wegsturen. Dan gaat hij vast ergens heen. Hoe kan dit nou? Terug naar rechts. Ik denk ook dat we terug en rechts moeten. Maar ja, dat mocht absoluut stuur de niet. Hond, stuur de hond even. Ja, maar dat doen we al de hele tijd. Die gozer die vindt niks. Nee, maar niet zoeken. Maar dat hij op pad boy. Gaat. Kom hier, joh. En dan? Nee, ja, omhoog, omhoog. Mijn hele dat is zak geldt om filmpjes YouTube terug te kijken. Nee, je moet op Twitch moet je terugkijken. De doneerknopje werkt dan ook niet heel lekker. There, huh? Ik ga terug. Ik ga 100% terug. Ja. Doe je goed. Wacht, is dit het beginpunt, zeggen mensen? Nee, dit is nooit het begin. Dan zie ik toch die auto's? Hoe kwam het uit die auto's? Nee, maar we kregen eerst een filmpje, weet je nog. Dit is nooit het begin, nooit. Het zou wel heel erg typisch zijn voor een hond. Dat echt... Hoe, waar zijn we dan in 360 gegaan? Misschien toen we de honden altijd aan het aaien waren. Hier kun je wel twee kanten op. Ja, hier naar rechts. Ik ging net gewoon naar links. Die komen wel bekend voor. Ik zie hier allemaal bomen. Ja. Dat dacht ik ook al te zien. Nee, je bent echt niet... Ja, dit is wel. Dit is wel. Die ene boom waar we net naar keken. Hoe wil je nou slapen? Is het echt gewoon te bluffen? Ja, het zijn bomen. Oké, dan heb je die mitrailleur links. Nee, misschien is dit al de opfokking van het spel en zijn we al verdwaald zogenaamd. Dat zou het nog een dat zou echt mooi 10 zijn. 10 uit 10 game design is het. Ja, daar. Dat zou echt ziek zijn. Dat gewoon het hele spel, gewoon dat je omdraait, dat het hele bos gewoon veranderd is weer. Dat zou ziek zijn. En weet het, heeft het wel gehad. Laserfair had dat wel heel veel. Dat je omdraait, dat dingen veranderen. En dat je na een tijdje gewoon denkt van, ik snap het gewoon echt niet meer. En dat er dan opeens iets helemaal verandert. Je hond het even blaffen. Wat wil je? Oh, hij heeft echt iets gezien. Jij wil hier iets, maar... Gast, daar kan ik er niet in. Nou,
Dat is een meer. Nothing here. Hij is heel blij anders. Volg die man. Ik hoor muggen. Wat zie je, jongen? Wat is er dan, mannetje? We moeten gewoon de hele tijd de hond volgen, Tim. Kom ik achter. Maar net liep hij altijd achter ons aan, hoor. Hij is gewoon lief. Hij is de alfa gewoon lief. Oh, ja, daar is een dingetje. Bare footprints. Someone must really love nature. Wat? Je blote voetjes. Maar ik zie ze niet echt alleen. Ik zie hem. Oh, daar, hier. Daar. Ah, ja. Deze kant op, jongen. Kijk, ik ben ze kwijt. Hond? Kom maar, gaan we lekker zoeken. En zoek hem maar. Ziek. Zoek me, jongen. Ik ga niet, niet likken. Die gaat die voetjes weer likken. Ik ga hierheen. Ik voel dat hij hierheen gaat dan. Zou je denken, Timo, het enige pad waar je heen kan? Nee, ik ga naar links daar. Oh. Oh, ja, ja, ja. Je kan hier aanklikken. Maar waar is die gast? Oh. Go get it. Go, pak het. Pak hem. Dan hoop ik zit het jochen niet achter. Ik zie hem. Ik voel iets moois. What you find? Let me see. Good boy. Wat is het? Petje, petje. Wat is het pet van het joch? Now's not the time. Ja. Je moet je straffen omdat hij hem vasthield. Nee, ze weet dat niet. Baltimore Crows. Dat is Peter's cap. Ja. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Ja, ruik hem. Oké, okay. Laten we zien aan die gozer. Sniff. Vindt hij lekker hoor. Attaboy, go get it. Pak hem. Alice to base. I found Peter's cap. Het is wel snel dat gewonnen. Waar is hij heen? Hij is jou kwijt. Hierheen? Oh, hier. Ik had hier terug. Wat is hij nou? Hij is echt te snel. Kunnen we niet met scannen? Kunnen we niet scannen waar hij is? Doe niet aan scan. Het is een kutspel als je kan scannen. Hondje. Hondje. Meneer hondje. Oh, daar rechts, ja. Hij heeft een camouflage kleuren en alles. Hondje? Oh, daar, daar. Oh, volg hem. Wat heb je gevonden? Laat me even zien, joh, mannetje. Dat is wel heel handig. Waarom hebben die politieagent geen honden? Hondje? Oh, wait up. Oh, shit, je koprol. Oh, hey, hoe lang ik rol, joh. Ja, je bent aan het rollen, aanstellen. Nu vond ik het gewoon leuk. Ja. Die vierde rol was echt over de lol. Als je toch bezig bent, dan mag je gewoon... Hondje. Het wordt echt weer een stuk donkerder. Where are you, buddy? Bullet. Oh, leuk kraaimannetje. Where is that dog? Is die echt op mijn hoofd of zo? Of waar komt het vandaan? Bullet, where are you? Oh, hard. Where is that dog? Hij zit echt op je hoofd. Bullet, where are you? Where the hell is he? Where are you, buddy? No, not now. Wat? Het is een hond weg is. Bullet. Ik ben heel duizelig van het koprollen, denk ik. Mijn hart gaat helemaal tekeer en alles. Uh-oh, achter je, een geluidje, een helhond. Nee, ik kan nog al lang geen helhonden, joh. Bullet, okay, calm down, Alice. Wat een schreeuw, joh. Everything's fine. Bullet. It's all in your head. What the fuck? Bullet, where are you? Bullet! Dit gaat helemaal niet goed. Bullet, ik hoor hem. Oh ja, je werd gek zonder als je niet de hond in de buurt hebt. Die gozer ontspoort gelijk direct. Eén minuutje ben ik gelijk zo eenzaam dat we helemaal geflipt zijn. Een liefie hoor, ik zou ook wel veel een vult worden als die even kwijt zou zijn. Ja, maar je kan ook te aanhankelijk zijn, heb ik dan het idee. Je moet wel verknuffelen. Oh, well, you decided to show up. Okay, now. Don't leave me like this, okay, buddy? Boos worden. Just, okay, I can't be alone out here. What is it, boy? Het is gevonden.
Laat zien. Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Yeah, gaan. Lead on, buddy. We gaan niet weer door die klote bosjes heen. Oké, we komen echt in de spooky woods nu. Moet je oppassen voor teken, Tim. Ik heb me ingesmeerd, zei ik. Daar heb jij niet ingesmeerd. Alles tegen, als je insmeert, ben je niet gelijk immuun voor alles. Dus zo werkt het wel. Je hebt iemand belt je, gast. Can anyone hear me? Oh, dat is verkeerd, hè? Nou ja, het lijkt hem op elkaar ook, joh. Moet ik even terugbellen? Ik zal even terugbellen. Hier. Wat was het, Jess? Geen zin. Oh shit. Ja, nu bellen jullie elkaar. Dat is irritant. Ik vind het wel een stuk minder eng stenen dan. Ja, het is een minder bos. Eng bos geworden. Door de kleur, hè? Toen het groen bos was, vond ik het wel nu eng. Nu gaan ze echt voor een spooky bos. Ja, nu gaan ze een horror bos maken. De It clown niet eng is, omdat hij te erg eng wil zijn. En al is de normale clown is geflipt, omdat het maar een normale clown is. En nu is het een geflipt bos, omdat het geflipt moet zijn. Het is wel zo. Als het een normaal bos was, is het enger geweest. Omdat het herkenbaarder is voor je brein. Hey, dankjewel voor je host, Col. Ik dacht dat de mol heette. Nu zijn we ongeveer terug bij het begin, of niet? Ik zal me niks verbazen. Een tentje. Het is gewoon een tentje. Ja. Campsite? Ja. Oh, daar gaan we. Dit is wel geflipt. En geluidjes om mijn tent. Ik ga niet slapen in het onze tentje. Eén tukkie, joh. Eén tukkie. Oh, zo schrok, joh. Wat was dat voor geluid? Ja, viel hier gewoon iets om. Hoef je niet te overdrijven en zo, Tim, maar ik weet het niet, toch? Wat is dit? Wat is dit, gekkigheid? Een schelp. Het is geen schelp. Kamer, nee, ik wil niet met camera. Ik heb Outlast gespeeld. Wat is dit voor gekkigheid? Is dat een ghoul? Hey! Hou je kop! Luistert wel in één keer. Alice, maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Alice, what you maar ik heb helemaal geen help. Verhaal van die man nodig. Nee. Ik gewoon een beetje rondspoken in het bos. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Oh, whoa, whoa. Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy. Terwijl ik zo sympathiek ben! Oh, my God. Oh, yeah, dat snapt er gewoon een klote van. Be a man for once. Well, yeah, there it is. There it is. Oh. It's Brian. Maar ik heb helemaal geen motivatie en zo nodig. Ik wil gewoon die man die gaat helpen zoeken. En dan komt er een spook of twee. Peter, dit wordt een intens verhaal. Oké, ja. We zijn wel geditcht. Echt een bitch was dat, joh. Gaat ze mij dumpen? Maar ze zijn fucking aardig. Heb ik even 5 minuten gezegd van je hout? Zet even van je hout, man. Ga lekker janken. Elke 5 minuten. Ja, doe dat normaal, gast. Er komen wel een hond die is veel liever dan jij bent, joh. Dan gaan ze weer bellen, hoor. Elke uur moeten we met me bellen, weet je. Oh ja, heb je me een kwartier niet gesproken? Moet je me nu dumpen of zo? Bel je me om te dumpen? Ik ben zo aardig, hè. Ik ben te lief voor iedereen. Ik ga mezelf wel doodmaken, want ik ben te lief. Wij zijn zo aardig, zo knap. En zeggen, bel maar liefde alleen maar. Ik heb niet genoeg liefde voor iedereen op aarde. Better yet. I want to introduce you to someone. Cowboy. Meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Have you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah. Okay. Yes, sir. Gelijk even aaien, zo goed. Heel lief. Jongens, nu gaat de creepshow beginnen. Eén tukkie moeten we nu doen. What did I? Oh, doe dat tukkie! Dat hebben we al gedaan, we zijn net flauw gevallen. We hebben een tukkie gedaan. Boy. Zijn we flauw gevallen in de tent? Ja. Oh shit! Maar ik wil geluiden rond mijn tent horen. Ik hoor vingertikkels op mijn tent. Ik weet niet hoe het geflipt, Tim. Het is wel een beetje spooky.
Het bos is niet meer geflipt. Het is nu een normaal bos geworden. This thing again. Oh no, it's a different one. In de film zijn ze geflipt, die stokjes. Ja, het is echt een hoopje stokjes. Gewoon, je ziet echt dat het... Nu is te veel paal, te veel token. Ja, te veel menselijk geschuurd. Oh, how did it end up back here? Moet ik het echt bekijken? Wat heb je ermee gedaan dan? Want dat heb ik ervan mis. There's a tape inside. Even gluren. Might as well see what's on it. The red tapes allow you to manipulate reality. Pay attention to the environment and object both around you and in the video. Fast forward, rewind and stop the video in the key moments to change their states and positions. Ik snap echt geen close dus one. Als je iets in een video ziet en bijvoorbeeld daar een iets ophangt, dan hangt het ook bij ons bijvoorbeeld. Als je het op het goede moment posteert, dan staat het ook bij ons. Hoezo komt dit opeens? Ja, dat weet je niet. Dit gebeurt gewoon. Dit is gewoon al te scientific. Te science. Dus kunnen we pauzeren en dan is het er bij ons ook. Ja, wij ook. Ja, kijk maar op de achtergrond. Zie je? Zie je het tolletje op de achtergrond? Oh ja. The hell? Dit is heel leuk. Here a minute ago, right? Did it just... Ze beter nu kunnen leren. Get it together, Alice. Maar hij is natuurlijk ook geflipt en dat is natuurlijk waarom het kan. Ja, oké. Deze man okay, is gewoon totaal geflipt. Ja. Dat is gewoon leuk. You know what dat is gewoon heel lief en leuk. Like in training. Fluiten naar die gozer en dan komt hij heel blij. You do great on the force if you weren't so stubborn. Let's go, baby boy! We gaan het joch vinden. Te weinig bomen opeens. Waar zijn de bomen heen? Oké, we kunnen hier gaan spartelen met z'n allen. Je hoeft maar één ding met beeld te verschijnen ook hoor. What's going on, boy? Je ziet iets. What the fuck? What the fuck? Helhond. Gewoon heel echt spoken werkelijk. Hey. Ik vond het helemaal niks. Oh, er zitten takjes. Ja, ja, takje. De film. Waarom komt er zo'n geluid vanaf? Wind. Destroy it! Better now, Bullet. Oh, dat moet je nooit doen, hè? Waarom niet? Want dan worden ze boos. De ghouls. Waarom worden ze dan boos? Ja, omdat het toch een... Ze hebben werk ingestoken, gewoon. Ja, dat is het. Dat is gewoon lullig, vooral. Gaat het weer? Kom maar. Heel. Kom maar, ik ga even aaien. Vind je lekker. Werd hij er bang van? Ja, hij werd heel erg bang, die gozer. Oh, je moet geluidjes maken de hele tijd. Ik vind het een beetje creepy eigenlijk. Het geluid kwam. Ik vind, dit sfeertje is gewoon... Ja, het ziet er best wel sfeervol uit. Ja, dat is goed. Mijn bossen zijn in het algemeen gewoon geflipt. Maar zonder hond zou het enger zijn. Ja, zeker weten. Maar ja, maar ik voel dit op zich ook wel. Maar nu is het gewoon echt een totaal pad. En net waren er veel meer bomen voor mijn gevoel. Door de bomen zie ik de bos niet meer inderdaad. Het is gewoon flauwkul natuurlijk, maar dat is wel voor de leukheid even. Want anders ben ik heel erg niemand bang. Niemand vindt het leuk, Peter. Wat is dit nou weer? Oh, dat is een tak. Als hij nu in een portie gaat rennen, dan ben ik hem echt voor altijd kwijt. Zo, hij gaat even door een steen heen. Ja, ik ben hem kwijt. Oh. Die is weg. Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. Ben, zijn we achter hem? Want ik zie hem niet meer. Oh. Wel een bandje om zeker of zo. Ja. Hele glowende darkbandje zelfs. Walkie-talkie. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First a kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks so. Into this goddamn forest. Wat hoor ik daar? Where the hell are you? We went down a ravine and headed north. Dat vond ik helemaal niks. Ja, klonk als een krekel. Oh, zo'n krekel. Leef die in het bos? Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. Ik wil naar huis. Ik wil best naar huis, gewoon. Ik heb het ook alweer gezien. Ga, ey! What the
Fuck, joh. Come here, boy. Blijf bij me, ik wil niet alleen zijn. Gewoon door het water heen ook, om een of andere reden. Kijk, 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 hierheen. Zo, echt! What is it, boy? Takjes en shit. Ik koel geluiden en alles! Deze dingen moet je kapot maken. Easy, boom. It's gone now. Arthur is allemaal namen, joh. Dat was Olga, Arthur. Hebben honden eigenlijk betere night vision dan mensen? Weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat katten night vision goggles hebben. Die hebben die goggles, ja. Een beetje bij me gek. Grot en alles. Work, Bullet! Oh, zie je! Ah, hij is niet bang, dus het zal niks zijn. Een creepy bom gewoon, joh. Doe rustig, joh. Wat is dit? Gewoon een creeperboom. Ik zie deze boom niet zo verschil met de andere boom. Get a grip, Alice. It's just a tree. Doe je een walkie-talkie? Come on, Bullet. Alice DeBase. Emmett, I just wanted to say, yeah, I know I screwed up, and I'm sorry. I told you already, Alice. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap, you're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. All in all, could have been much worse. Yeah. Yay! Yeah, you're right. Thanks, Emmett. Over. Waarom zeggen we sorry? Ze zijn echt uit het bos gewoon. Oh jeetje. Dit is een eindbaashuis. Hond? Zullen we even... Ga jij daar even in? Als de hond er niet in willen, waarom willen wij het wel? Ga jij daar even in? Wil jij niet in? Maar ik wil wel vergluren, toch? Oké, dan gaan we. Willen we erin, Peter? Ja, moeten we even, even een afstandje. We hoeven er niet helemaal in. We kunnen even naar binnen. Even een afstandje. Even naar binnen. Ik kom met een cool geluid. Jeetje, dit valt me helemaal niet. Was het nou bij ons hier of dat geluidje? Was dat echt daar binnen? Echt ja, het is binnen huisgeluid. Maar die hond wil ook niet. Kom, één gluurtje. Even de trap af en gluur en dan gaan we te geflipt. Hij wil echt niet. Oh, jezus! Mijn mobiel ging. Mijn mobiel maakte een trilgeluid en die lag naast hem. Daarvoor maakte toch een spartel, joh. Je bent twee keer zo geschrokken door helemaal niks, joh. Die leg ik even weg. Ja, maar die hond wil... Ik wil niet. Die hond wil niet. Maar die hond wil niet. Wacht. Ik heb een voorstel. We gaan even de trap af, even kijken of het geflipt is daar binnen en dan gaan we. Als het te geflipt is, gaan we. Oké, hij moet bij me blijven dan. Blijf wel echt bij me. Ja, dat vind ik een geflipt geluid. Realistisch. Ik schrik ook echt van alles, joh, nu. Ik ben helemaal opgefokt. Bullet, wait. Nee, niet meer. Ja, ik ga ook niet. Heel even, ik ga ook niet. Alleen even om beneden even ja, kijken. Ja, Peter, doe jij het lekker zelf, joh, even gast. Kijken beneden. Nee, lekker zelf. Timpy, kom op. We moeten hem even beneden. Straks zit het joch er. En we moeten het joch toch redden om het uit te spelen. Eén sneak peek. Gewoon even het hoekje. Als het te geflipt is, dan piepen we hem wel. Dan piepen we hem. Best wel veel spinnen en zo, hè. Is dat een bunker? Ik zei wacht! Ga je boot? Luister niet eens naar, je hebt helemaal geen gezag. Oh, we kunnen hier niks doen, joh. Plassen. Guess we're not gonna find out. Oh, dat denk jij. Hop, klik. Dit doen ze in films ook altijd. Ho. Fuck, ik ben oud. Fuck. Je rent er niet toe, joh. Je rent er niet toe. Gast, joh. Ik ga er niet meer in de klote... Een klote hond weer. Ik zei nog wacht. Goedemorgen. Ja, gaan we geen maar zoeken. Bullet. Ik hoor een sap hoor. Nou, ja, ik hoor heel veel sap. Een sap, man. Is het nou de hond of... Ja, de hond moet even voor me lopen. Anders hoor je overal sappig geluid. Wegwezen hier. Nee, niet. Hij weigert. Hij luistert niet meer naar je. Je hebt een te vertroeteld. Ja, ga net, liep je nog voor!
Blijf nou voorlopen! Gaat hij lief doen? Ja, dan moet ik hem aan je ook. Stay close, Bullet. Yeah, good dog. Ik hoor een zakje met TikToks. Ja, maar dat is die klote hond. Klinkt als een bakje TikToks? Ja. Zie, die hond klinkt als TikTokies. Is het hem wel? Stek zit opeens een andere hond, dat is ook geflipt hoor. Het is een helhond, heb je het over. Ik zie echt geen klote. Oh, moeten we echt naar het meest geflipte wat er is? Come on, look around, boy. Het zal de andere kant op. Bullet. Maar als we een beetje... Oh, Jezus! Dat is de hond. Ik schrik van die hond, joh. Dat is echt niet normaal. Ik wil je net kalmeren door te zeggen van... Er is nog niet eens een nepspartel geweest, dus... Waarschijnlijk komt er niet in één keer een opperghoul. Ik schrok gewoon van die hond die blaft, die de hele tijd aan het blaffen is. Dat surround sound is niet echt heel goed of zo, heb ik het idee. Opeens is die echt vlak in. Oh, je kon het bekijken, je kon het deurtje bekijken. Now what I'd expect in the middle of the forest. Hij huilt. Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Heb je voor iets moois? Heb je voor iets liefs? Candy wrapper. Lekker. Really? Hij heeft chocola opgegeten, want dan hebben we echt een probleem midden in het bos. Ja. Go on. Verruiken. See if you can find something else. Ik ben net op tijd, hond. Het gaat nu beginnen. Go. Go. Jezus, man. Die geluiden. Is hij naar de bosjes gegaan? Ja, die is weg. Je klote hond! Hij is heel bang weer. Oh, hij heeft iets moois. There you go, buddy. Hebben we die tape player meegenomen? Ja, die moeten we kijken. Als je het wil zien, moet je pauzeren. Nee, we willen dat hij omhoog is waarschijnlijk straks, als het doodloopt. De grot. Wait, is that... It's Peter. Dat is hem. Ja, hey, dan moeten we terug. Is dat het steentje wat die hond allemaal gaf? Waarom is het een coole guy? Nee, hij is creepy, dat hoorde je toch hoe hij praatte? Ja, waarom hebben we een creepy guy? Dat het een Blair Witch was. It shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? Maar misschien is het niet de witch, hè? Misschien is het gewoon iemand die hem ontvoerd heeft en die wordt ook gepakt door de witch. Dat zou kunnen. Waarom praat de ontvoerder als een creepy guy? Omdat hij werkelijk een kinderontvoerder is. Hoeveel creepier kun je nog worden? Ja, maar ben je nou echt, ga je nou echt als een creep praten? Dan kun je net goed, dan kun je net goed voor gaan. Als je dan al niet doet, dan neem je het moment ook niet, hoor. Ik ken niet veel echte slechterikken, maar wist ik... I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. Yo, Alice, wait! God damn it! Hier is weer het dingetje. Creepable. Waar even geluiden van komen, een boom. I shot in those trenches I saw earlier. Is hier die omgevallen bullet? Let's check him out. Waar komt hier zoveel geluid vanaf? Ga ik nu terug zeker of niet? Ik weet het, ik heb hem. Wat? Het is zo'n boombox. Ik ga even naar de wc. Wat ga je naar de wc? Ja, ik ga me schamen. Of mag ik hier terug of niet? Ga ik hier terug, chat? Dat loopt ook dood. Is hij nou gewoon flip naar met de heigen, joh? Jij lijkt wel die opperghoul. Iets. Ik zat gewoon naast me. Ga even zoeken. Okay, ziek. Nee, je moet niet heen, denk ik. Nothing there, huh? Is echt die hond mij zoveel geflipperd. Ik schrik alleen al van die klote hond. Come here, boy. Ga ik weer. Misschien moet ik gewoon naar voor die deur, zeg maar. Bij die pit. Moet die tape kijken en dan moet ik hem pauzeren wanneer je dat ding dropt. En dan ligt hij hier misschien.
Wat denk je daarvan? Around here somewhere. Ja? Dan heb je een steen. Ja, er staat vast iets op die steen, toch? Of klinkt dat niet dat heel kan, logisch? Nee, ik dacht dat hij een spoor achterliet. Maar je kan even kijken, maar ik denk dat die gigaboom die omviel, dat we die moeten vallen en die juist omhoog moeten laten staan. Wat denk je daarvan? Dat zou heel slim zijn bedacht, maar ik denk dat je dom bent. Oké. Okay. Maar dit is ook een goed plan, hoor. Ja. Nou, maar het gaat er niet worden. Ja, hij zei net wel, it was shot in those trenches. Hij zei wel iets over trenches, ja. En wat hebben we met de trenches dan? Dit zijn de trenches, toch? Dit is een trench. Ja, volgens mij zat je net goed ook, inderdaad. Hij was wel daar naar beneden gegaan. Zagen we hier niet iets van een sleutel of zo, of slot op de video? Die hebben we nog niet gewoon goed gekeken, hoor. Dus we kunnen hier nog even kijken. Want misschien zag je de deur op de video nog in een shot. En dan dat je dat zag hoe dat slot moest zijn. Nee, dat zag we niet op de video. Nou, dat weet je niet. Ja, wel, want we hebben die video gekeken. Ja, maar zo, het is een goede video. En elke keer als je hem kijkt, dan zie je weer nieuw. Bullet! Zo, ik schrik toch even van mezelf en alles. De auto is weg, zeggen mensen. Kom hier, boy. Ja, volg het totaal geflipte geluid. It's okay, buddy. It's all gone. See? Matthias, die ken ik toch niet. Oh, dan loopt hij opeens daar, hoor. Ja, hij loopt de hele tijd dat cirkel om me heen. Als wij die opperghoul. Ik dacht echt dat het echt een species was. Gast, ik loop nu echt in midden in een bos voor mijn gevoel. Goed, denk je? Dit herken ik niet. It's prime time. Nou, gewoon door. Je auto. Oh, je auto was hier net, ja. Hier toen sap uit. Dus we zijn een terug. Rondje gegaan? Ja. Mensen zeggen boom. Zagen ze iets bij de boom? Welke boom? Iemand wordt helemaal gek in die boom. Ik denk dat we wel naar die bunker iets ja, ik ga naar de bunker. We hebben toch nog iets nieuws gevonden, een takje. Met de hijgende geluiden eruit. Hey, dank jullie wel, jongens. Wizzy. Makmakaak. Koolitsami. De boom maakt nog wel geluiden, maar we gaan naar die, je weet het, toch? Naar de bunker. Iedereen zegt boom, dus we kunnen nog even kijken bij de boom. Hij maakt wel overdreven geluiden. Ligt er ook niet een takje om ergens omheen of zo? We hebben wel al tree sap gepakt, toch? Oh, elk takje is denk ik een sappie ook. Zie je dat? Dat het slijm komt hierbij. Net waren er niet vier, volgens mij. Nee, kijk eens van de voorkant naar die boom. Ja, die bomen die opviel... Nee, ik wil de voorkant wel even zien. Dit is in de voorkant al. Hoeveel voorkant heeft hij? Dit is de achterkant. Nee, dit is een echte voorkant. Dit is een achterkant. Ah, tree sap. Ja, ik zie wel een tree sap, Tim. Ja, ja. Oké, we gaan die video even kijken en die boom. Ik heb die boom, omgevallen boom niet gezien, namelijk. Wat het laatste shot van de video? Ik heb wel gezien, dat valt gewoon weg. Ja, ik heb die ook. Oh, en dan niet moeten pauzeren, zeg maar. Dat die boom. Is ik op die auto, of niet? Laat eens terug. Is dat die auto? Is dat die auto? Wat hebben we eraan als die geplet? Is dat die bomen misschien nog? Misschien is dat heel goed. En de boom zou nu weer rechtop moeten staan. Mensen zeggen bunker, dus laten we bij de bunker kijken. Het is heel donker zonder mijn zaklampie. We gaan bij de bunker kijken. We zijn daar net ook al geweest, man. It's prime time. Ik vind het helemaal niks, deze bunker. De deur zit nog dicht. Wait. Hups. Hier kunnen we helemaal niks mee. Wil je mij nog één keer de video laten zien? Echt, je vindt het gewoon een leuke video, zeker. Oké, dan gaan we helemaal kijken, oké? Dan kun jij even genieten. Ja, maar dit lijkt me het meest logisch. Dat we die moeten vinden, omgevallen bomen, dat we die omhoog doen en dan kunnen we er langs. Dit was een heel slim plan van jou, maar bleek heel dom te zijn omdat het niet eens bijna was.
Hij heeft het ook meegenomen. Ja, maar als je op de grond ligt, dan is het bij ons ook. Dag dieterikjes. Jongens, even een danspauze. Okay, het wordt allemaal door. Te intens, wordt het allemaal. Te spannend. Ik zou het leuk vinden als je in game een beetje gaat meeswingen, maar... Okay. Ja, dat vind ik wel erg leuk. Lijken ze een leuk speels mannetje. Okay. En we serieus, jongens. Dat kan dus niet meer. We gaan op zoek naar die boom. Hier is de boom. Ja, maar die blokt niks. Je moet echt eentje hebben die op de grond ligt, waardoor we er niet langs kunnen. Wat zie je? Oh, je ziet mij. Dat is een cool, gaat hij naar me kijken. Maar staat hier die gigaboom waar jij het over had, of ligt die erachter ergens? Die hele boom ligt nergens. Oké, hier zijn we nog niet geweest, volgens mij. Weet je wat het probleem van een bos is? Het ziet er allemaal exact hetzelfde uit. Maar dit ziet er niet uit alsof we het gezien hebben. Het ziet er wel een beetje creepy uit met die klote. Ja, en pas zo. Heb je korte broek aan? Bullet! Ja, ik heb me ingesmeerd, dus ik kan gewoon een prik wel een beetje. Je brandnetels. Hier ben ik nog niet geweest. Nog een boom. Een auto. Ja, ja, hier is hij. Ja, rechts is die boom die omgevallen is, toch? Nee, joh, gast. Nee, die gigastam die je daar ziet liggen. Zit je nou slap te lullen tegen me, joh? Al gewoon hier. Je mond, joh, gast. Ik komt er wel achter. Come here, boy. Kijk je nou even naar links, Tim. Wat wil je nou van me? Ik zie je dit? Dit is hem? Nou, daar terug. Kan ik er nooit langs. Ja, omdat we nu moeten terugspoelen! Hier kan ik dus echt nooit langs, Peter. Zo, dit moet ik terugspoelen, want deze boom hier pas ik echt nooit onderdoor. Zo, even kijken. Jij moet het terugspoelen, maar dit gaat niet. Dit gaat nooit, Peter. Jongen, je zag het niet eens. Dan had ik je gezegd dat je moest omdraaien, zet je nog steeds bij die auto te kijken. Van, waarom werkt die auto niet? Dan ben jij een sneu. Ga je me sneu noemen? Ja, je bent echt sneu. Dan ben ik uitgeluld. Hier zijn we ook al geweest. Wat in? Hier zijn we al geweest. Hier rechts is die bunker. Hier is die bunker. Nou, weet je wat, Timon? Dan weet ik het niet meer. Ja, we kunnen nog de andere kant op. Ja, we hebben gewoon de verkeerde kant op. Ja, hier is die bunker. Oké, nu weet ik het, jongens. Volg mij. Volg mij, jongens. Hier is die auto, dan gaan we hier rechtdoor. Nee, hier is die auto en dan gaan we hier rechtsaf. Ik ben blij dat we geen batterij hoeven te zoeken in dit spel in ieder geval. Ja, dat is echt helemaal kut in spel. Het is gewoon niet leuk, werkelijk. Nee, bij Outlast was het wel opfokkend. Maar het was niet leuk per se. Het maakte, ik vond het niet veel te... Shit. Is dit nieuw? Ik wil ik helemaal niet naar binnen, gast. Hond, ga je even. Bullet! Ga je even. Gast, ga jij even dan! Come here, boy. Come on, look around. Ga jij even, kom. Kom. Ja, nee! Nee. Wait here, buddy. Wacht maar hier. Wacht jij maar hier terwijl wij doodgaan. We gaan wel mee. Als ik doodga, moet jij mee. Ik heb echt geen koekie. Ik ga gewoon zelf die koekjes opeten straks, hoor. Ik viel best mee. Open gebied, dat kan ik hebben. Eindbaaspit. Echt geflipte heigen, joh, dat beest. En weer echt door. Ik heb echt gevoel... Ben ik hier nou ook al geweest of niet? Ja, het lijkt net alsof het spel ons opfokt, hoor, want het kan toch niet? Die is die auto weer, hoe kan dit nou? Ik ben alleen maar echt doorgelopen, toch? Nou, dit kan...
Maar dit klopt toch niet? Als ik nu weer echt doorga, komt er een nieuwe auto? Als dit echt een auto is op de video, dan moeten we gewoon hier de video even kijken om te kijken of we iets kunnen veranderen. Maar kan we maar daar hier rechts of... Ik snap er echt helemaal niks van. Niet. We gaan een video. Ja, maar die video kunnen we helemaal niet. Ze willen buiten dat ze bij die boom iets doen, maar dat weet ik ook niet eens. Ik denk dat dit toch. Ja, ik dit denk echt toch, dat, ja. Ja, dat we gewoon niet goed hadden gedaan dat we het hier moesten doen of zo. We gaan dat nog een keer doen. Bullet! Zo, ik schrik weer. Ik heb nog even van die ongevallen bommen. Zet een paar. Waar heb ik nou een ongevallen bom? Waar heb ik er zelfs aan? Ik heb nog niks aan een ongevallen bom, of wel? Piet, zeg jij even, heb ik iets aan een ongevallen boom? Die gast heeft helemaal niks aan een ongevallen boom. Ja, helemaal niks. Vind ik naar zelfs. Ik heb liever een staande boom. Vind ik veel mooier. Er zijn zoveel auto's hier ook. Ja, maar het is een mindfuck. Ja, toch? Ja, het is een mindfuck. Hier ook nog één? Wat is hier nou weer? Want ik denk weer dat dit nieuw is, maar het is gewoon weer gespiegelde paden of zo. Het zou mooi zijn als het echt een mindfuck zijn. Maar het is denk ik zo, want je ging net de hele tijd andere paden. Of je hebt echt een zielig breintje. Ja, maar nu ga ik... We moeten gewoon naar de bunker in je baltechniek. Ja, want ik moet even weten waar die is. Hier is een bunker. Maar is dat hier ook geen plasje voor die bunker? Maar goed, hè? Het is een mindfuck. Die boom is helemaal weg. We worden opgefokt en het lukt het spel. Nou, ik snap er helemaal niks van. Hoe kan hier die auto nou weer zijn? Die kan ook niet. Ik ga rechts een keer. Je kan ook sprinten. Nee, maar hij is moe. Voor eeuwig? Ja. Nou, ik weet het niet. Oh, hier is die boom. Hier is die boom. Want deze moeten we even heel goed inspecteren op de grond en alles. Of daar niet gewoon een takkie bij zit. Maar die zijn al vier keer langs gelopen, hè? Oh, hij trekt zo de aandacht. Ja, maar ik denk, elke keer als een takkie pakt, dat komt er een slijmsausie bij. Zeg maar, één zo'n slijmstraal. Dat is de tree sap. En als je het niet normaal kan noemen, als je geinen gaat doen, dan ga ik jouw passies ook bespotten. Ik ga naar die bunker. Ga ik hier even dat dingetje pakken. Ja, dat moet het. En de omhoog schel. Hé, dan ligt hij gewoon, toch? Ja, ik heb nu gepauzeerd erop. Kijk, ik ben wel slim. Oké, bekijk hem. Bullet. Snip het. Speel met hem. Peter's in danger and we're the only ones who can help him. En mensen zitten met die boom te lullen. Oh, jullie zijn zo dom. Zo dom. Extra, lees even terug wie dat zei allemaal, die boom. En ban maar. Extra zelf waarschijnlijk. Ja, extra zelf. Dat is echt de eerste die het zei. Met hoofdletters. Go get it, Bullet. Niet gaan. Ja, maar ik ga je gewoon een schouderklapje geven, fysiek, want je had hem de eerste keer. Ja, eerst first try teampie, word ik ook wel eens genoemd. We zijn echt een half uur verder nu. Die deed het niet goed, maar het idee was goed. Ja, oh, zo. Dat was sprong even iets. Zoals nu gaat het echt spartelen. Versprong, omdat het nu gefixt is, zeg maar. De mindfuck. Dankjewel. Hey. Dankjewel voor je suppie. Plakkerige jongen. Dat paddenstoeltje. Dat is een mooi steentje hoor. Oh. Dat is een boompje. Oh. Nog te lust, tillender. Are we walking in circles, Bullet? Ja, weer die boom. Klote die klote zegt auto. Die mail er wat van. Dus dan weet je, nu gaat er iets gebeuren. Tim, nu moet je op je hoede zijn. Volg die hond, hè, want die is het spoor aan het zoeken. Hij heeft iets. Wat zie je? Wat zie je, mijn jong? Nu gaan we naar die ongevallen boom. Ga niet in een hoog gras, gast. Ik ben zo geconditioneerd dat als je dat dingetje in beeld ziet, dat mensen je zien in een spel. Want het zit bijna bij elk spel. Dat je dat ziet, dat ze hier naar je kijken. Come on, boy. Don't make me chase you. Oh, ik word geflipt, hè. Anders worden we gek als hij weg is. Where are you? Oh, er gaat er niks uit het gras springen, want Geen edel. Oh, niet spartelen. Oh, een edelhead. Dat is mondje. Hier is mondje. We worden weer aardig geflipt dan. Zelfs je zaklamp wordt geflipt. Blijf bij me. Oh!
Oh, what the fuck? Gewoon supercool, gast! Was het niet gewoon een luid geluid? Nee, het was een supercool, menselijke supercool stond er voor ons. Ja. Waarom? Gast. Ja, een spin! Ja, we zijn zelf gewoon gestoord. Ik was ook wel echt een half minuut zonder mijn hond hoor, dus het is mijn schuld waarschijnlijk dat we geflipt zijn. Pay attention to Bullet's behavior. His growling will alarm you of danger lurking in the dark. During a fight, keep him close. He will locate enemies, but if left alone, will become vulnerable. Ja, maar dan gaan we dus, wordt het gewoon een actiegame misschien. Nee, dat heb ik echt. Je wilt dan niet vechten. We willen gewoon opgefokt raken. Stay close, Bullet. En soms schrikken van een overdreven luid geluid. Ja, van een spinnetje of zo. Tape. Even kijken. Dit is een blauwe tape, dus deze kan je niet stilzetten, volgens mij. Kijk, deze is slecht, Rick. Weet je niet. Zeg, ik zie je ontstaan op die video en is hij achter ons opeens. Oh, het licht houdt ons veilig. Die ghouls zijn bang voor het licht, je moet even licht op ze stralen. Sowieso dat onze zak straks opstaat. Dat is ook super cool, zie je dat? Ja, dat ziet er wel ghoulachtig uit. Er is een rood lampje, dat kan een gemeen oog zijn, Tim. Maar je moet erop af, toch, of niet? Tuurlijk. Oh, kijk. Woo! Kijk naar de hond, wat doet de hond? Waar is hij boos voor? Ja, hij is weg! Oh! Zo, joh! Het zijn ook echt scientific ghouls. Ja. Nee, niet ziek! Nee! Kom terug, hond! Stay close, Bullet. Ik ga gewoon rennen, Blijf bij mijn honden, man. Maar waar is je lampie? Spinnetje! Dat is gelijk minder eng als het gewoon een spinnenman is die op je afrent. Zo je zeeëntje, goeiemorgen! Hop! Zo, jeetje! Auw, kap even. Het is een lampje was het gewoon, die niks gemeens. Ik ben gewoon bijna dood. Ja, gewoon verder gaan joh, om het ding heen. Gewoon wegwezen hier. Ik zou de andere kant hebben gedaan. Wat is het? Ja, wel aan deze kant? Ja. What is it, boy? Ik ben dood. Maar er was toch, daar kon je toch gewoon heen, of niet? Waar kon ik heen dan? Ja, gewoon er langs toch, of zag ik het helemaal verkeerd? Nee, ik zag het helemaal, het moet echt opnieuw zijn, game over hoor dit. Ik ga verplassen, helemaal even doorgaan. Ik denk niet dat dit hoort, Timon. Oh, nu ga ik weer schrikken van dat luide geluid. Waar de fuck gingen we heen? Ophouden. Ja, nu krijg ik dat luide geluid in en ik ga gillen misschien. Oh! Timon! Ik weet niet wat de knopjes zijn. Oh, dat was hem. Dat was hem, jongens. Niet meer bang zijn nu. Er komt gewoon een heel spartelende man. Ja, waar is dat lampje? Volgens mij moest je er gewoon... Auw. Moest je gewoon duidelijk omheen, volgens mij. Maar ik zie het lampje niet. Ja, balen. Ik ga gewoon door. Oh, geen borstjes in mijn gezicht, joh. Ik weet alleen hoe ik mijn hond bestuur, dus die ben ik misschien kwijt. Hey, jongens, ik ben gewoon helemaal terug aan het lopen nu. Oh, spinnenmannetje. Oh, hier. Het level is wel de hele tijd anders. Hier moet je toch gewoon onder of zo? Maar dit is de video. Hier, dit is de video. Oké, wacht. Weet je niet, hoe doe je de video? Ja, wacht even, meneer. Ik weet niet hoe het werkt. Ja. Wat ik zelf vind op de film. Timpy. Ik weet niet hoe ik de video afspeel, maar dit is de boom die omhoog moet. Heb je die ghoul weggejaagd of zit die gewoon al achter ons aan? Hij rent gewoon om ons heen, maar die is niet zo eng meer nadat hij een luid geluid heeft gemaakt. Maar hij gaat ons gewoon even vermoorden, toch? Nee, je moet gewoon even snel doen. Ah, gewoon snel. Dat is een andere tape. Gast, even een andere tape heb ik nodig. Ik heb een
andere tape. Ja, andere tape. Doe je een andere tape. Oh, links staat het in beeld, of niet? Ja, links stond het in beeld. Het pijltje naar beneden. Ja, deze, ja. Hij is wel even aan het dreigen, dat beest. Ja. Oh. En go. Hij is gewoon nu geflipt aan het doen. Maar dit is het gevaarlijke van spellen. Enge spellen. Wat dan? Als ze eenmaal beesten rond laten rennen, is het niet zo precies. Eng meer. Het is echt... Dus het hele gevaar weg, want hij deed ons helemaal niks. God damn it. Hij gaat gelijk all in ook, Spooky. Het is niet dat hij even komt en het gewoon weer weggaat. Maar we hebben helemaal geen opbouw gehad. Hij kwam gewoon en dit was het. Maar kan je hem ook stoppen op een of andere manier? Weet niet. Ik ging gewoon rennen naar dat lampje. Go ahead. Een witte boom. We zijn wel een horrorfilm. We hebben hem niet gefilmd, inderdaad. Ik kan er in een paar minuten. Dus stay where you are, oké? Alright. Moet hij nou terug? Naar die... Blijkbaar, en dat is het beest dat we helemaal niet verslagen hebben, omdat we niet weten hoe. Ik denk gewoon op hem schijnen of zo. Maar het is wel een beetje jammer dat het zo. Dit is niet. Weet je ook. Het was zo. Toen we alleen die camera al zagen. Wat was het? Die bunker, die was gewoon geflipt. Ja, zo kunnen ze heel veel opfokken ermee. Ze hoefden er niet eens wat te doen, het was al geflipt. Die Supergoal is minder, hè? Die Supergoal vind ik helemaal niks, maar in de trailer dacht ik dat het gewoon heel laat in de game kwam. Ja, dat hij gewoon alles helemaal losgaat. Maar het gebeurt nu al gewoon. Want hij is gek of zoiets, dus het kan allemaal. Is nu het ding, denk ik. Maar Blavich is de opbouw lekker in die film, joh. Ja, het hele psychologische gedeelte is het. En het werkte half, doordat ze wel een soort van ons verwarden met die wegen. Dat was goed. Oké, ik ben nu alweer verdwaald. Hoe ga ik ooit terug? Die honden geflit om me heen hijgen. En misschien is het nu exact hetzelfde. Dat je denkt van, hoe moeten we terug en is het gewoon veranderd? Nee, we zijn wel een beetje terug aan het gaan nu. Maar daar was die rode lamp en dan moeten we wegvallen. Ja, maar die zag ik dus net niet meer recht voor me. Toen was ik echt met een rondje gegaan. Dus ergens aan de zijkant is de weg. Oké. Ik hoor echt een twee. Zo joh, Peter, je helemaal mij ook spart. Dat je nou ja, ik hoor aan twee kanten iets zeker. Toen kwam dat je hem niet voelt, joh. Je zit helemaal high alert, joh. Peter, een leugenaar wordt hij ook wel eens genoemd. Ik schrok toch gewoon van een hond. Ik heb nooit gezegd dat die hond niet geflipt is. Onvoorspelbaar. Ja, die hond is wel vrij geflipt. Hij heeft tanden en zo. Had hij wel besluit. Dan denk je te snappen en dan is gewoon klaar. Steen hebben we gezien. Dit is de meest gemiddelde steen die ik ooit heb gezien in mijn leven. Is die steen waar we eerst vast zaten, lijkt het heel erg op. Het begin bedoel je? Moet je hond niet gewoon laten zoeken? Come here, boy. Dan moet je echt aankijken voor ik iets van wat. Look around, boy. Volg wat is man. Dit nou? Gast. Je moet die grote volgen, hij gaat op maar hij is zo... Oh, hier. Hij heeft het wel te pakken. Maar nu kunnen elk moment gewoon een spinnenman rond. Ja, en ik kan op je verschillen afspartelen. Maar ook inclusief special effects en alles. Waar is de boom opeens? Dit is de boom. En dan? En nu? Ellis, de base. Landing, where are you? Still under the tree. What the fuck? So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over. What the fuck? Oh, in het slijm gaat hier rollen. Ik dacht dat een spinnenman zag ik voor me, omdat ik allemaal pokes aan mijn hoofd zag en zo. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried so that, flipped. And it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Oh! I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Opgefokte mannetjes allemaal. You there? Die wil niet met me praten. Goddammit. What is the point? Ja, daar kom je als een super ghoul.
Ah, je had het te pakken, Tim. Wat een... Het schrikmoment. De volgende hond, ziet hem. Wat een paniek is het echt. Je hebt op een mikken. Dit was het gewoon. Smessie. Dit was het gewoon. Je moet gewoon op een mikken, gast. Dit is helemaal niet meer eng. A message. But there's no reception. Super geflipt. I think I'm getting used to things not making any damn sense. Move is always better standing. Those who don't move have 99% higher chance of dying. Better start walking. What? Je gaat niet lief doen nu. We moeten lopen. Is het, we hebben een nieuw pad. Ja, we weten niet waar ik heen moet. Kijk even naar de boom. Is die veranderd nu? Moet je blijven lopen, zegt hij. Anders gaan we 99% zeker dood. Dat is 1%. Dat is best wel een hoge kans. Gaan we naar de kelder? Ik wil niet naar de kelder, Tim. We hebben nog steeds de code, toch niet? Ik zie ze open. Pull it. Wait. Maar die slechterik zijn echt upper weaklings gewoon. Ja. Ja, waar moet ik nou heen, joh, gast? Ja, het is me niet echt duidelijk. Maar nu ben ik er overal gewoon geweest. Ik moet blijven bewegen, zeggen ze. Ja, oké. Okay. Kunnen we weer terug gaan naar dat ene ding, maar dat is ook niet echt handig, lijkt me. Ja, dat liep ook dood. Het moet vast een nieuw pad zijn. Ja, of het gaat weer een nieuw pad worden nu. Oh, hier is wel rood iets weer. Of is dat wat het maar net was? Ja, dat is net was dat, dus dat... We kunnen even kijken bij het water. Maar we hebben ook geen... Oh, hadden we een nieuwe tape, dan konden we misschien de brug maken. Ja, precies. Hadden we niet een nieuwe tape? Nee, voor mij nog geen nieuwe tape. Ik hoop nu eigenlijk dat die magisch weer heel is. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ik wil gewoon gespoeken, ik wil helemaal niet puzzelen. Ik heb wel helemaal geen zin te puzzelen, we zijn hier voorbereid en alles. Heel! Dan ga even zoeken, ja, lekker beestie. Ze willen er te veel inpompen, lijkt het wel. Ik wil geen manverhaallijn hebben, ik wil geen videotapes, ik wil gewoon rondlopen en geesten. Spooken. En geesten, dat is ja. Dat was juist het mooie van die film, dat het zo simpel was. Ik wil even een tape voor me vinden. Ik ben wel tevreden nog. Little cutie man. Misschien krijgt hij een cookie. Misschien. Ja, ze is het beste, broer. Ik ben ook verhongerd, hè. Kan je nou lief lopen? Is het een heel nieuw pad? Nee, ik kom vandaan volgens mij. Ja, ik kom vandaan. Ah, ja. Oh, hier weet je het niet meer. Ja, moeten we daar blijkbaar wel heen? Come on, look around, boy. Daar moeten we dus niet heen. Daar gaat wel heel erg duidelijk ergens heen. Schansig. Goddamme jongens, waarschijnlijk mij nog aansteken. Oh, oh. Niet zomaar iets. Hij heeft het al open. You got nothing. Ja, nee, je laat me gewoon echt naar niks toe, dus. Ja, de boom kan hij misschien inderdaad iets vinden, maar. Bullet, ziek. Ik vind het zo jammer dat het op dit moment niet leuk is. Ja. Want ik heb echt zin om verder te spelen, maar ze houden ons tegen de hele tijd, lijkt het. Het kan een super goal en nu is het opeens van, nou... Nou, hey, is echt, maar dit ligt toch niet aan mij nu? Nou ja, het is niet... De chat wordt zelfs ook niet zelfs Timon. Net hadden ze de Timon, hè? En nu is het helemaal geen Timon ook. Het is echt zo van... Oh, we weten het gewoon allemaal niet. Er is gewoon geen hint gegeven, nee, dit is het, het gewoon. Nee, het is gewoon inderdaad een beetje uitvinden. Maar het is ook zo kloot om nu weer elk paadje te gaan volgen. En dit zijn we al die paadjes hebben we al gehad. Ik zie wel in de chat, we zijn bijna bij het leuke gedeelte. Oké. Okay. Wie zei dat? Dat weet ik niet. Ja, we kunnen nu overal heen, maar dan zijn we allemaal al geweest. Ja, we hebben iets over het hoofd gezien. Dat is zo simpel is het. Eén gok van de zaak. Wil je nog één keer gokken? Ja, ja.
Gok de lok, zeggen ze ook. Gok de lok. Kraak de code. Zo zou ik hem ook doen, Tim. Valstrik was het. Code staat rechts van de deur in de kelder, zegt iemand. Maar dan zou je dat allemaal kunnen overslaan, dus dat lijkt me sterk. Rechts van de deur, het is een pit, alsof het hier... Rechts van de deur staat iedereen, maar dan denk ik bijna dat er een schrikmomentje komt als je daar gaat staren. Het is inderdaad. Gewoon een weten, het is stuur, joh. Stuur van de week. Er komt echt een tarantula straks, hoor. Zo'n krekel. Die geluidjes vond ik al geflipt genoeg. Ja. Dan hoef je echt geen... Het spel is ook wel... Het heeft potentie om helemaal geflipt te zijn. Tot die upper ghouls kwamen. En dan is het echt zo van, oké, dat is het gewoon. Maar het past zo niet bij het hele ding. Bij heel Blair Witch. Dus dan vind ik het zo'n, echt zo'n vreemde keuze. Toen nou die bal met die video, die hebben we toch al gehad, real deal? Ja, toen kwamen we bij die rivier. Dus we moeten eigenlijk een tapeje hebben waar we waarschijnlijk gewoon die weight mee kunnen fixen. Hadden we geen ander een oud tapeje waar de rivier op stond? Wat denk je daarvan? Kun je wel even kijken. Ik weet niet hoeveel tapejes we hebben. Hier stond sowieso niet. We hebben er maar 3 zeker. Steentjes, ja, we hebben er 3. Deze hebben we niet eens afgekeken. Slecht, ik was daar al. Ja, deze alleen aan het creepen, die is een blauw tapie, dus... Nee, hier sowieso niet. Hier sowieso niet. Nee. Snap ik wel. Ja. Dan moeten we nog even... Ja, de enige logische reden is bij de boom scannen. En dan moet dat er iets nieuws is bij de boom, maar ja. Dus gewoon weer naar die plek waar die, bij die brug, zeg maar, bedoel je? Daar nee, ik bedoel echt de magische boom die, waar we net hadden afgesproken. Want ja. Daar werden we heen geleid door het spel. Ja, en toen zei ik, toen kreeg een sms-ie. Hangt er ook niks meer in de, daarin of zo? Er moet vast iets nieuws zijn, denk ik. Maar die hond kan ook niet ziek. You can find something, buddy. Ja, hier rechts ligt iets. Een tapie gewoon, of niet? Waar? Oh, is dat niet iets? Op de stronk. Nee, joh. Maar het is gewoon niks. Het is gewoon totaal niks. Mensen zeggen in de auto, zegt iedereen. Gast, daar gaan we niet in geloven. De auto is weer heel die we 500 keer hebben gezien. Maar ze zijn wel echt heel enthousiast met z'n allen. Ja, maar dat zijn ze de hele tijd. Ze praten elkaar allemaal na. Gewoon één iemand moet iets zeggen. Ze weten het allemaal 100% zeker. En straks gaan ze allemaal ons lachen, schaterlachen en zeggen een paar gestuurd. Mensen denken nu, ja, echt. Een paar mensen gaan allemaal zeggen gestuurd. Oh, hij zei... Ja. Hij heeft iets. Misschien is hij dat die auto heel is. Oh! We zijn niet gestuurd, Timon! We zijn niet gestuurd! Oh, fuck jullie chat! What the hell? Thomas. Maar hier hebben we helemaal niks aan. Die zijn we niet geweest, die moet heen. Het ziet er doodlopend uit, alleen. Bullet, search! De auto is weer heel. De maar auto was, is weer heel. Was het niet in de, waren er niet altijd al 2 verschillende auto's? We gaan naar die auto, we gaan alle auto's bekijken als het moet. Maar we moeten ook oppassen, we moeten Jen niet te veel bespotten, want straks hebben ze gelijk en dan is het, kunnen wij niet winnen. Dan ga ik hem gewoon opeisen. Kijk, let op. Die auto. It's prime time. Het is wel prime time. Ja, het is heel. Deze was altijd al heel. Ja, dat wait, isn't it? Ja, deze auto is heel. Ik zei het wel al, of niet? Ik ja, zag, jij zei het. Ik zag het in de chat en zei ik doe het. Jij zei dit, ja. Peter, lekker. Kom hier. Lekker bezig. Ga zo door, joh. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Zonder die auto te zien wisten ze al dat hij heel was. Vind ik ook wel knap van zo, hoor, van de chat. 60% was sowieso aan het sturen. Die kunnen hem nu gewoon opeisen. Wat is dat? Goed. C. 03, channel 3. C. Delight. Oké. Ze gaven het nog in exit tekst zodat jij het ook misschien kon snappen. Ja, ik zeg gewoon goed en denk van oké, dit is het. En Delight. Delight? Turn on the lights. Ja, dat vind ik een beetje geflipt. The headlights, turn them on. Het is gewoon een normale gozer. Het is de geflipte, joh. Hallo? Dit was een geflipte, joh. Hij praatte niet als een geflipte. Jawel, hij was half geflipt. Ik heb toch geen sleutels, gast? Kut. Maar weer lokpoppen. Nee, helemaal... Dat gaat niet. Ik
kinkel gewoon een raampje, denk ik dan. De hond is aan het houden. Dat is nooit een goed teken. Oh, Tim. Oh, hij heeft iets, hij heeft iets. Hey, who? Wat heb je? You find him? Nou. Dan ga ik even lekker kriebel over zijn kopje, hoor. No, good job, buddy. Je neemt een lekker cookie. Geef die man een lekker cookie. Een lekker cookie ook? Ja, geef die lekker. Geef een lekker cookie. Want anders dan moesten we echt heel lang rond gaan lopen. Dankzij de gozer hebben we hem gewoon. Even Eye of the Ball tijd. En dan... Vindt hij lekker. Eén cookie. Eén cookie dan. Kom maar. Eén cookie. Oké, okay, kom maar. Come here, boy. Ja, vindt hij lekker. You want one of these, buddy? Die wil ik wel. Oh, hij ziet me lekker dat tongetje eruit. Vindt hij heel lekker. Ja, hij gaat kwispelen. Vindt hij lekker. Nou, dan gaan we weer door. Bullet, wait. Weet, hij staat echt naast ons gewoon. En de deur staat niet eens op slot. Hop, lampje aan. En we gaan even dramatisch. Even kijken naar de sleutel. Niet schrikken, jongens. Niet schrikken als we naar boven kijken weer. Ja, oh. Korsap. Gaan ze een lamp, gaan die dit lezen eerst? Maar hij staat nog niet aan, toch? Er staat een lampje aan hier. Er staat hier een lampje op de... Oh, no battery. I should take a look under the hood. Verdomme. We gaan zo hard schrikken hier, hè? Maar kun je wel je mannelijkheid tonen, hè? Ja, maar dat ben ik dus niet. Oh ja. Oh, eens even kijken. Oh, je de batterij, hè? Ik zie het al. Ja. Ik zie het al. Hey. Hoppa, hoppa. Hey. Hey. Kijk, nu gaan we schrikken. Nee. Okay, we gaan schrikken, ik ga naar binnen. Oh. Ik voel me veiliger. Ja. Maar is het veiliger? Want is die nou wel gekut? Oké, okay, probeer hem aan te zetten. Oh, dat is wel een stuk minder eng geluid. Ja. Ik hoor echt sap. Ik weet ja, niet. Die hond. Ik weet niet of een straal uit hem loopt. Dat kan ook niet. Another missing person. Ja, we blijven bezig. Wat ben je aan het doen, Tim? Zet die lampen aan, alsjeblieft. Die staat al aan, joh, gast. Echt niet. Oh, het ding staat nog omhoog. Sowieso, konden ze toch niet aanzetten? Waarom staat totaal aan, joh, gast? Maar staat niet aan. Dat was het hele doel waarom we het gingen fixen. Ik dacht dat je voor de gein ermee gewoon echt een radiootje luisterde. Stay here, boy. Ja. Ik was vergeten hem aan te zetten, joh. Oh, Tippie. We gaan schrikken. Waar zit het lampje dan? Oh, hier. Waarom gaan we het hier doen? Hier toch op. Wat zijn we nou allemaal aan het doen? That explains it. Nee, niet de fuse. Dat is ook elk spel. That explains it. Wat zijn we nou aan het doen? Oh, is het die... Hop. Ja, ik doe net even iets toe, maar ik heb geen idee, hoor. Hoppakeetje. Er staat 2 voor. Oké. En hop. Ja, hè? Fix 9, zegt iemand, maar... Dit is de enige die je eruit hebt gehaald. Hoppakee. Kijk, hij is wel mannelijk, die gozer. Dat is mooi om te zien, dit. Jongens, de piepjes, ga even kijken wat die beest bij zich heeft. Vaak piept hij alleen als hij iets bij heeft opgepakt. Nee. Hopelijk heeft hij een paar cilinders. 7 en 9. Mensen gaan het gewoon spoilen. Hij blaft wel en van alles. Hè. Dat vind ik wel een beetje eng ja. worden. Niks een papiertje. Ik ga het gewoon zelf op. Ik weet dat 7 en 9 is, maar eigenlijk wil ik gewoon even kijken waarom. Photo drawing. Ja. Nee, oké, okay, we gaan gewoon gespoild worden. Waarschijnlijk was het heel duidelijk, want waren die niet als enige helemaal kapot eruit? Ja, 7 ziet er helemaal kapot uit, helemaal doorgebrand. Maar dan moeten we gewoon nieuwe hebben toch om erin te doen, dat zou ik denken. Maar je kan ze ook hier switchen. Hier op 7-9 is goed, zeggen ze. Papiertje hangt ernaast, oh, hier staat het ook echt. Oh, welke hebben we niet nodig? Is het zeg maar 7 en 9 zijn front lights. Oh, nou dat doet hij toch. Waar dat? Kan je een lampje dan van aanzetten of niet? Wat is dit nou? Dit... Is dat hem niet? We hebben geen kloot aan. Een lampje zit toch achter het stuur? Maar er zijn maar 2 knopjes, dus één van de 2 zal het zijn. Verkeerde amp, zeggen ze. Oh, je kan het heel moeilijk lezen. Oh, 20 amp moet erin. 20 amp, allebei? 7. Ja, ja. Oké. Okay. Deze. En...
Is dit 20? Ik zie niet zo goed. Ja, de tweetjes. Looks good. Okay, dit ziet er goed dit uit. Ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit. Dat heb je best snel gefixt ook. Dankjewel. Ik snap dat ook allemaal. De chat zit allemaal domme dingen te zeggen. En dan zit er, gewoon... Ja, probeer af te leiden. Moet je nou niet eens... Ik kan het lampje even aanzetten ook, of... Dat is een knopje, denk ik. Is dat een lampenknopje hier in een rare plek? Dat is prima. Nou, dan gaan we toch weer. But... How? We hebben nu het licht van de zon aangezet. Ja, dat is wel handig. Kom, we gaan weer. Buddy. Is dat niet een beetje te sterk, really die 20 amp? Time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. Ja, als je echt zo denkt, dan... Op. Channel 3 radio, zegt iedereen, dude. Die hebben we niet nodig. Hey! Hey, dankjewel, bittermannetje. Bitterman. Ik wou die bunker eigenlijk wel even in, moet ik zeggen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat kan je vergeten. Dat is die boom weer, of niet? Dit is de normale boom. Hey! Menno, nog een nieuw suppie. Dank jullie wel, jongens. Die Twitcher Thomas was ook nieuw en de Mr. Tinkles ja, is ook nieuw. Ja, voor de nieuwe suppies, jongens. Ik weet niet waar de nieuwe suppies vandaan komen, maar dank jullie wel. Is het niet begonnen of zo? De... Iedereen zegt sms'je, want je hoort ik heb sms'je, ja. De chat is wel scherp. Het is wel handig om met chat te spelen, want ja, dan iedereen gewoon... zegt dat ook. Call me when you can, bye. Oh, ik dacht dat ze klaar met ons was, maar dan wil ze weer bellen de hele tijd. I've been thinking about this lot lately. Oh, ze is aan het hunkeren. We're still running it. Wat, zo lang zijn we er ook weer niet. We gaan echt, okay, ik hoeveel hebben ze gedaan, joh? We hebben geen connection, denk ik. Jazz. Even bellen, mevrouw. Maar wel, play it cool, hè, Timon. Ja. Jess? Hey, niet sorry I'm zeggen. Sorry about it. Gaas! Ja, just caught me at a bad time. Yeah, I noticed. Is it ja, a better one? Dat weet ik. Yeah, ja, dan geef je wel ook echt, wel echt de leiding uit handen als je zo gaat doen. Okay. So, what are you up to? Dat is echt een ultra beta nu ook gewoon. I've joined the search. I'm out in the woods right now. Bullets with me. Oh, wow. Nooit sorry zeggen, zegt de gebruiker nu al spijt. Pas nou op, hondje. Not much so far. But hey, these bullets happy we're out of the house. I will. Ze wil toch met ons praten? Ze zit heel afstandelijk nu, Pieter man. En net ja, in die omdat sms'en... je direct sorry zei als een ja, bitch okay. Baby. Ja, dat is heel mijn fout. Hey, ik dacht, ik denk vaak aan je. Oh, sorry, sorry, sorry. Links of rechts? Altijd links. Nou... Kijk wel naar links. Hij voelt links. Wordt hij onderdoor? Dat weet ik niet, hoor. Boom. Squeeze. Hoppa, glibber hem maar. Hey! Okay, dat is een kutkeuze. Dat is een kutkeuze, kloothond. Je luistert ook naar een hond. Ja. Kon je daar niet van heen? Bullet, ziek! Is dit niet gewoon... Nee, kun je zeker niet klimmen. Oh, kijk, je moet iets vinden gewoon. Fotootje van... Barbara. Barbara! Is there, huh? Wat een geheimpje tussendoor. Mr. Her zei, ik mag hopen dat jullie weten dat dit geen hondenuitlaatgebied is. Neem dan op zijn minste poepzakje mee. Hey! Dankjewel, Sjoerd. We kunnen wel hele creepy muziekjes gaan draaien, maar het is gewoon iets spooky overdag. Two sets of footprints. Oh. Both heavy scent. Male. One's barefoot. Odd. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. Hey! Al die suppies, we hebben allemaal nieuwe suppies. Ik weet het niet, maar we zijn... Ik denk dat het september gewoon is begonnen. Of we zijn we lekker bezig. Oh, we zijn heel lekker bezig en ook. Male right, footprints. Move aside. What are you doing? It's okay, buddy. I don't like it either. Let me take a look, and we'll be on.
Jesus Christ. Wat zien we? Fuck. Oh, een politieman hier. Hey. Heel veel saus. Niet hé. Heel veel saus. Hem. Oh, hij is een... We were just... Nasty man. Het is gewoon een nasty man. Oh God. Hij transformeert in een skelet, zie je dat? Ja. Ik zie zijn mondbotten al. Lanning was tough. Oh, praat er maar zelf heen. Experienced. I wouldn't let a killer surprise him. Dit boeit me helemaal niks. Dat boeit hem gewoon niet meer. Oh, whatever. Hij gaat niet zomaar dood. Oké, nou. Dus het moet extra gevaarlijk zijn hier. Dat boeit me niet. Hij zei nou net niet whatever, gewoon serieus. Wat is baby jongen? Oh, kijk, wat heb je? Ja. Zo. Ga je nou bijten aan me? It's not gonna lead us anywhere. We kunnen hem weer tot leven wekken, gast. Ja. Auto of zo, dat is een hint. Ja, die moeten laten liggen, toch? Wat is het, een stok? Ja, die schep. Oh. It's prime time. Even kijken. Tijd om die schep vermoord, die gast. Ik denk dat je gelijk weer hebt, Timon. Misschien is dit hier wel jouw spelletje, hoor. Is het een pijl? Het is een schep. Dit is helemaal niet... Ik wil een Blair Witch, joh. Een Blair Witch. Dit is niet eens een witch. Dit is gewoon een doodnormale gozer. Nou, doodnormaal weet ik misschien ook niet, maar het is gewoon een gozer. Ja. What were you doing here, Sheriff? Sterven, dat zag je toch? This is no longer just a missing person case. Like a timpiet. Maar ik vind het scientific voel ik helemaal niet echt. Nee, ik ook helemaal niet. I'll get him for this, Lanning. Het slaat nergens op, Peter. Maar hier waren we al bang voor. Toen we de trailer zagen, waren we hier bang voor. Blair Witch. Precies dat. Blair Witch Project was geflipt. Een deal dan, man of Medan of Blair Witch? Deze is enger. Deze is wel enger, maar het is om die anderen gewoon niet eng zijn. Maar uiteindelijk ga ik Man of Medan leuker vinden. Denk ik nu, want ze gaan helemaal het padje af. Unterdown is het beste. Ze hadden het veel simpeler moeten houden, maar ze wilden te veel toevoegen. Maar gebruik dan niet Blair Witch. Doe nog gewoon man in het bos. Maar dan zouden we het niet gaan spelen nu, heet het man nee, in het bos. Nee, we zijn er wel ingetrapt, maar die hond... We hebben een verkooppraatje getrapt, zijn we gewoon getrapt. The guy who cared. Ze hebben gewoon een spel gemaakt, ze hebben het Blair Witch opgeplakt en daarom hij vroeg welke was enger, Until Dawn of Man of Medan. Oh. Side eye. Of Blair Witch, zegt hij. Oh, oké. Not even after let him down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Gewoon echt proberen terug te moorden. Dit is een creepshow hier. Die hond piept hem ook gelijk. Open gebied. Maar vind iets. Maar schuimbeweging. Oh, moeras. Nee, dat is toch creepy? Nee, moeras is helemaal niet eng. Is dit really the right way back? Either I'm going crazy or... Hier komt weer een monster waar je moet schijnen, waarschijnlijk. Te weinig bomen. Kiek. Zo, schrok al half gewoon puur die hond, dat hondengeluid. Ik schrok 0,0. We gaan gewoon rennen, blijkbaar. We rennen, stukje. Oh. Waar ga ik heen? Shit. Slide. Mirror's Edge, slide. Ik denk dat dit er wel bij hoort om gepakt te worden. Denk ik. Oh, ik ben neer. Ik ben gewoon neer. Denk je niet dat dit hoort? Denk ik niet. Ik denk gewoon slecht ben. Ik zie hem gewoon opnieuw. Jij gaat me sturen, Peter. Waar moet ik heen? Ik kom. Gewoon rechtsaf. Rechtsaf? De hond gaat links. Ja, linksaf. Volg de hond. Ik zag de hond net helemaal niet. En go. Maar er is nul spanning nu. Ja. Wat heeft dit... Nou... Rechts. Ja. Ik weet niet, die hond weer. Misschien kan het nog. Op naar, daar is allemaal lamp. Je moet de hele tijd liggen richting een lamp hier, denk ik, of niet? Ik zat ernaast, Timon! Niet op een lamp, man! Het spijt me, Timon! Rechts! Ik ga goed, een grot. Op een bovengrot. Ja. Oké. Creepshow. Boomgrot kan geflipt worden.
Shit, no, not now. Ik heb geen zaklampie. Come on, work. Ja, had je nu maar een modern mobieltje, hè? Had je weer geen snake, man. Ja, dat is het een of het ander. Hoop je. Come here. Weet je wat in de film geflipt was? Nou? Dat ze het huis binnen gingen. Ja, is geflipt. Maar een grot is toch minder geflipt, hè? Nee, het is totaal niet geflipt. Want ik ben nog nooit in een grot geweest. Nee. Mijn brein die denkt niet van... dit herken ik, wat eng. Gast, ik zie niks meer. Hop! Plot twist. Blair Witch is gewoon nieuw monteur op zoek naar onderdelen. En die dode sheriff dan, zeg maar. Ik zit vast. Ja, je straal staat aan. Maar ik zie minder. Bullet? En god, ik zie niks! Oh. Slam it down. Far beyond. Je zit ook naar de muurtje. Kijk naar de muurtje, zie je dat? Hij staat in dat huis en gaat lekker een muurtje kijken. Dat is geflipt. Het lijkt een foutje dit. Zie je dat? Het is echt heel donker. Rechts. Nee, ik kan niet draaien, ik kan wel draaien. Gozer! Ik zag iets! Waar de fuck ben ik? Gozer, human mail! Oh, nu komt een schrikmoment, Timon. Ja, doe het luide geluid normaal, we weten dat ja. Het gebeuren. Niks aan de hand. Ik was ook helemaal niet bang, dus maakt niet uit. Ik ben er nooit bang geweest. Wanneer gaan jullie Giel Monteur spelen? Giel Monteur, die komt pas volgend jaar uit. Dat is Michiel Monteur. Ja. Last. Vrienden mogen hem Giel noemen. Wow. Zo. Oh my God. Fuck. Ik voel de spook niet. Waar is mijn hond? We zijn onze hond gewoon kwijt. Ik was hem al vergeten. Ik was al lang verder met mijn leven, joh. Er gaan geflipt worden. Lucas. Zijn het niet alle mannen van Spangas, of hoe noem je dat? Van Spangas? Nee, Huis Anubis. Fabian en Lucas. Dat zou een twist zijn. Dat zou ziek zijn. Als we Appie vinden, dan weten we het zeker. Ja. Ik ga hem wel squeezen hoor, daar ben ik niet bang voor. Daar word ik helemaal gelukkig van. Stuck. Oh shit. Oh, er zit geen Lucas in. Ging voor de bluff. Je zit vast! Ik moet echt omdraaien. Nee. Zo, wat was dat voor iets geks? Dat is die mindfuck. Die psychologische mindfuck. Maar hier zijn super cool comments, kan ik alleen naar voren schijnen toch? Ja, wat denk je van een vleermuis? Die zijn klein en die kun je moeilijk raken met je. Moeilijk raken. Die kunnen ook niet tegen licht, inderdaad. Die verdampen dan toch ook, of niet? Meestal. Ga dan niet creepy tegen me doen, gast. Ga dan niet creepy tegen mij proberen te doen. Dat vind ik echt minder eng. Al ga je creepy tegen me fluisteren. Maar niet normaal ook, hè. Gewoon echt doen alsof je eng bent. Dan probeer je het. Ja, als je normaal fluistert, vind ik het wel enger. Hé, Brigie. Even kijken, hoor. Zijn komt ze terug op de knietjes. Sowieso. Zijn ze zielig, we hebben er zelfs als wallpaper, maar goed. Mooi nieuw voicemail. Laat even luisteren wat voor gekkigheid dat is. Ja, luister het. Luister het. Ik denk dat het niet zo werkt, Timpy, man. Hoe moet ik het dan doen? Terug, denk ik. En dan... En luisteren, lijkt me. En je moet je voicemail toch altijd bellen, gast? Moet je dat bellen? Heb je nog nooit een voicemail gehad? Nee, niet. Niemand belt mij toch, of wel? Oké, dus dan moet ik... Call history. Nee, dat... Phoneboek en dan voicemail. Peter, je bent echt slim. Ik weet niet, ik accepteer het compliment, maar... Sierra, Hotel, Echo, Inferno. Oh! De shield? Dit is ziek eng. Dit is gewoon ziek eng. Het is niet eens leuk, zo eng is het.
echt zo flipt, joh. Monster van Wreck kan het nog redden, misschien. Dat weet ik niet. Spoken, Peter. Spoken zijn eng. Ja, maar dat zijn we al lang voorbij. We hebben niet eens een stuurschrikmoment gekregen. We gingen regelrecht direct. Wow, gigantische hoofden. Naar een alternate species alien. Ja, echt een space alien. Deed me een beetje space denken. Ja, maar je zag ook echt technologiestraling om hem heen en zo. Je weet, zonder hond worden we gek, hè? Dus we gaan sowieso iets gek zien. Off the record, Ellis. Zo. Wat gebeurt hier allemaal? You responded to a robbery call. Komt even geforceerd verhaal tussendoor. You leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Whoa! Als het einde uiteindelijk echt een filmpje hebben, dan wordt het echt een mindfuck. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Dit is gewoon geinig, laten we eerlijk zijn. Dit zou gewoon leuk zijn in het echte leven ook. Had to. Ik zou er even zijn op gaan liggen. Yeah, ook. Ja, wat zijn we nou aan? Dit is toch geen Blair Witch gast? Dit is prophunt. Ze gaat je aan. Ja. Maar dit is toch geen Blair Witch? Wat zijn we nou aan het doen, gast? Nee, maar het gaat ook niet meer goed komen, dat is het probleem. Nee, wat is het nou? Als je echt wapens gaat zien en zo. Is dat Blair Witch, engste film ooit? Daar gaan we een heerlijk spel van spelen, horror. Maar nee, hij heeft PTSD gewoon... en daarom heeft hij hond gekregen. Dat moeten we echt boeiend vinden. Maar daar gaat heel Blair Witch niet over. Schelen, joh, die gozer heeft. Weet je waar het Blair Witch over gaat? Niet over die mensen. Maar die over ghouls. De Blair Witch gaat het. Die spooky ghouls. Ja. Wil je nog verder spelen ook? Of, we kunnen wel een stukje, maar... Wil jij spelen? Want ik zit er helemaal doorheen. Oh, dat weet niet. Dat weet ik niet. Nee, dan stop ik bij haar liepen. Is wel een tentje. Is het dezelfde tentje? Ja, hetzelfde klote tentje weer. Tukkie, dan gaan we de nacht in. Maar die nachten duren echt een... We hebben een uur per nacht hebben we nu gespeeld, hè. Well, this doesn't make any sense. Easy boy. It's gone now. Marius, we moeten met deze foto's. Als een gozer naar een muurtje kijkt. Dit is gewoon gekopieerd, geplakt. Hé, hey, ik kan omhoog. Nee, kies even, Jos. Maar het is een heel nieuw wereld, is het volgens mij. Gewoon weer heel nieuw puzzels oplossen. Ik wil gewoon iets geflipt meemaken, dat is alles wat ik wil. Peter, dat kan je lang wachten. Het is gewoon niet geflipt. Zometeen komt er nog gewoon een ghoul en dat is het. Dan denk ik om wat hond, hellhound. Niet stoppen, bijna even een potje snake, ja. Even een potje snake dan. Nee, ga geen potje snake. Timon, je bent echt een slechte streamer. Geef het publiek wat ze willen, denk ik dan. No, that's impossible. Ja, snake, zegt iemand ook. Let's move on. Het is niet meer donker. Come here, boy. Vraag me al wel af, waarom is het niet gewoon voor de officiële weten te gaan? Voor de officiële Woods. Dat is gewoon echt een... zonder creepy gemaakt bos gaan. Gewoon groen en alles. Ja, maar het is te veel. Ze willen eng zijn. Maar dat uit zich in alles. In de creepy stemmetjes, de enge grotten en zo. Gewoon een normaal bos was het engst tot nu toe. Ja, maar ik ken een eng bos in het... Gewoon in het echte leven. En dat is creepy. Een creepy bos heb ik in het echt nog nooit gezien. Met alleen maar verdorde takken en mist en zo. Nou, weer onbewust een rondje gelopen. Nee, toch? Hoe kan dit nou? Ja, wat? Ik heb echt weer precies een rondje... Oh, mis. Precies een rondje gelopen. Maar je kan alles oppakken nu. Oké. Het is hem. De schep. Ik vind het wel een moment om de All Night Go in te halen met het spel. En trouwens, boe, zegt Max. Als ik hem helemaal voelde, dan was ik all in. Maar ik weet niet. Ze moeten nu echt een mooie sprong maken om hem terug te halen. Kijk. Waar staat dat steen, ding? Die moet omhoog. Oh, is dat hem? Hier rechts van je. Is dit hem al? Nee, is dit hem weer, toch?
Nee, toch? Nou. Ik ga even kijken. Gewoon veel eerder in de. Dan moeten we eerst echt op laten staan, zo. Nu dan. Ja. Oh. Nee, misschien is dat hem niet. Nee, dat is een steen niet, joh. We gaan die steen wel verzoeken. Dat kan niet zo moeilijk zijn. Iemand zag die steen ook al liggen. Iemand zag hem al. Waarschijnlijk je vorige rondje. Ben je hier al geweest? Ja, weet je, ga je hem geloven en dan ga ik daar nog een rondje lopen. Ja, ik geloof het wel. Meerdere mensen zeiden het. Het zijn wel clearers, hè. Ze zijn houden van clear, die gasten. Nu al in. Hier is de steen. Hier is de steen. Staat al omhoog. Ja, omdat ik hem net omhoog heb gedaan. Hier, laat hem. Like the place. Come on, let me pop, buddy. Gewoon een like opgraven. Dat vind ik nogal respectloos. Appeltje. Appeltje, ja. Tappy East Creek Timber Company. Ruik hem maar aan, hondje. I've seen this logo before. That's where landing was going. That's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Zo. Goeie man. Ranzig beest, ga de andere kant op kijken. Ja, echt. Hij moet straffen, even een tik tegen de kop aan. Het is niet normaal, maar dan moet je wel afleren. Ja, want hij mikte gewoon op ons nu ook. Gaan we. Moest die schep eigenlijk niet pakken ook? We stonden hier ook weer. Nee, die heb ik moet niet gepauzeerd daar. Nou, fuck it. Schepeloos gaan we, jongens. Anders zou het spel voorkomen dat je echt moet hebben. Ik ook nog niet spaar, zodat we helemaal weer terug moeten straks. Maar we lopen waarschijnlijk toch weer een rondje. Dus. Oh, dit gaat goed. Weet je welk kanaal? Hallo? Met Timon. Anybody there? Oké, dan toch niet. Dat is niet mijn probleem. Het is een rondje. Wat heb je gevonden? Ashley. Al die namen zeker. Al die mensen. Zijn dit niet de mensen die hij heeft neergeschoten of zijn kameraden of zo? Oh ja, dus zo diep, zo diep. Ik weet niet of het heel diep is. Oh, anyone? Misschien drie? Zealous, over. Elisha 5, this is Monarch, you. Nee, dank je. Oh, ik dacht dat je hem had. Nee. Het is gewoon het is een stuur en het is een opfokkende stuur. Het is een irritante stuur. Probeer te focussen. Wordt dan snake break aangevraagd. Dus dat je hem geen snake break. Nooit meer snake. Maar je moet net als die hond met een hondenkoekje moet belonen. Moet onszelf met een snake break soms. Nooit meer snake break. Dat is een hond. Dat is een mannetje. Heel. Hij is zielig. Ja, hij heeft een beest gezien die moet schijnen. Oh, ik dacht dat we gewoon zo'n ding hoorden. Zo'n stukje hout. Bullet! Ja, het is daar gewoon een stukje hout. Of had je hem al gezien? Trap hem echt om dit keer ook. Jeetje! Wat? Wat? Vuurwerk! Nee, ik denk dat we midden in de oorlog zijn, Tim. Vier? Oké, okay, gaan. Moet je doorheen? Ja, yeah, go. Woo! Pas op, hè. Maar mag ik daar niet in lopen? Die komt hier nog een keer, hoor. Dus pas op. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon... Maar volg je hond. Hond! Hond! Oh, de hond zit gewoon... Waa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 
aan, hond. Lijkt me. Breng me. Maar in de original Blair Witch hadden ze toch nooit visioenen van hun eigen problemen of wat dan ook? Nee, nee, nee. Sorry, ging even flink mis. Niks aan de hand.
Pas op, hond. En gaan. Ga gewoon. Ik wil niet geslonkt worden. Nee, ja. Ook al ziet er wel comfortabel uit om in zo'n heel zacht bosje te liggen. Ja, dat is op zich wel prima. Een bladerdeken. Oh, zo joh. Zij schiet op me ook. Hondje. Oh, hondje! Oh, hij gaat even lief doen. Oh, ik dacht dat hij deer was. Hij gaat er even lief doen tussendoor. Dat is echt van mijn hond ook. Dat is gewoon respectloos. Kom. Kom nou. Ik denk dat je zelf verder moet deuren, omdat die we zijn er nu. Ik zag een menselijk gedaante links. Dat is rechts. Oké, okay, ga maar door, Tim. Als het al iets was, waren we nu al dood. Wat gebeurt er nou allemaal? Oh, dan heb je weer zo'n ghoul. Waar dan? Je hond volgen, die gaat er één bij kijken. Bij hond kijken moet verschijnen. Net rechts. Oeh. Links, 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 links staat hij. Hij is ook echt spooky aan het doen, dat beest. Ja. Oh, rechts hoor ik hem, maar... Die klote hond! Ja, daar. Hij is helemaal missend, Mickey, die gast. Is gewoon chill. Zijn we chill? Nou, de muziek is er nog. En de hond, achter! Of is hij gewoon blij? Hij is gewoon blij. Kom hier! Piep dan. We gaan nog even door. Ja, gaan we door. We zitten in de oorlog. Dat vind ik mooi aan jouw gameplay altijd. Dat je tenminste nog duidelijk maakt voor de mensen die het niet snappen. Gaan we gewoon inlopen? Jeetje! Oké, nu gaan we echt spartelen om een hoekje. Dit is echt zoveel hoekjes. Zo. Snake break? Als dit een op zichzelf staande game was, dan zou ik het meer waarderen, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar nu wil je vasthouden aan Blair Witch. Ja, ik wil gewoon Blair Witch, maar ik krijg het niet. Dat is het meer nu. Als je Blair Witch niet kent, dan boeit het je nu waarschijnlijk helemaal niks. No. Dan zit je waarschijnlijk van, wat zitten die wurmpjes nou weer zuur doen? Dat kan je niet maken, dat je Blair Witch niet kent, ook vind ik. Sowieso. Behalve die Netflix versie, die mag je skippen. Help. Jesus. We zijn aan, we moeten kijken. Ik denk dat je gewoon links moet. Ja, waar moet ik heen dan, gast? Is die vast? Hoort het erbij, denk je? Weet ik niet. Ik denk het wel. Zo lief weer. Zo lief. Hij wil gewoon een cookie. Je moet het niet altijd vertrouwen hoor, Tim. Things would have been different if you... All this would never... I would never... Ik ga nooit meer loslaten. Nee, lekker vasthouden, de beestie. Vind je heel lief. Oké. Zeg ik oké, dan moet je wel loslaten. Als ik oké zeg zelf. Heel cute. Klok een hondje. Hondjes zijn zo goed. I'm okay. Yeah.
Okay. Geen cookie geven, want dan denk je dat hij altijd als hij lief doet een cookie krijgt. Good boy. Moet ook gewoon een keer gaan aardig zijn, weet je wel. Ik heb al een cookie gegeten, blijf zo. Ik moet zelf ook eten hebben. Als het met kut met mij gaat en jij gaat me eindelijk een keer troosten, dan moet ik je belonen. Dat zou ik wel heel kut van je vinden. Het zou wel fijn zijn, man. Ik vind cookies lekker, maar kom op. Nu gaan we eigenlijk een bos in, Tim. Nu gaat het beginnen. Ben je even die klote dingen ontwijken? Come here, boy. Netjes gedaan. Gewoon een staaldraad. Oké, naar de camp of sawmill? Wat voel jij? Even kijken wat de hond vindt. Die vindt mij. Die wil terug. Ik denk... Chat! Ja, chat. Chat! Ik zie hier veel camp, zie ik. Jagermeister, dankjewel. Hij zit weer bij, die Jagermeister, dankjewel. 57 maanden, joh. Camp, zeggen de meesten? Ja. Even niet laten schrikken, Loopas. Dat is niet grappig. Dat is gemeen. Let's see where it leads. Heel! Hey, berichtje. Voicemail, verdomme. Wacht nou voor hond! Klote hond! Blijf hier! Leuk. Hij vond wel wat volgens mij, je hond. Nee, dat is wel lekker gezellig. Vind je leuk. Lief beestje, hoor. Soms denk ik wel dat jij geflipt bent, hoor. Hoezo ben ik nou weer geflipt? Dat ik gewoon zo lang geen snake break kan doen ook. En dat het niet eens een geintje is. Nee joh, ik speel de dag een snake op mijn mobieltje. Railcard. Voor mij is het soort een baan, hè, snake. En een tijdje heb je het gewoon wel eens gezien. Duw hem. Is het niet langer een passie? Nee, het is gewoon nu werk wel. Moet je altijd optreden en dan ga ik snake spelen. Oh, je doet echt live, doe je. Dat wist ik niet eens. Oké, nu gaan we echt bekijken wat we moeten doen. Ik zie een karretje. Ik zie een power switch. En een rem. We gaan gewoon erin. We gaan gewoon besturen. Forward, backward. Je kan links, rechts. Je kan alles doen. Nee, ik ga naar voren. Ik kan alleen naar voren en naar achter. Nou, dat weet ik niet. Maar daar staat wel de startknop. Je kon draaien, dus ik hoop maar dat we het weten. Ik weet niet of we zo snel gaan. Ik heb maar twee knopjes, joh, gast. Ja, het staat vast bij. Ja, ik zie het goed daar, ja. Wat er naar voren... Handrem staat er. Oh, je handrem, ja. Kijk, die handrem. De zijkant van de machine, hè, je. Get off, buddy. Oh, kut. Fuck. Waarom is het zo donker? Ja, ik zie geen kut, joh. Jump on, boy. Oké, ja. Daar ga je, Tim. Hond? Is heel leuk. Ja, is leuk. Ik ben bijna een koekie, die gast. Is dit de handrem? Wat is dit? Stop? Wat is dit? Ja, start en stop is het. Maar dat is de handrem rechts dus. We kunnen ook draaien, maar ik weet niet hoe dat dan werkt. We moeten straks waarschijnlijk links of rechts. Hoe kan ik rechts en links nou? Hoe bedoel je? Ja, weet niet. Kijk even op het papiertje. Je hebt toch geen tijd meer voor ze aan het rijden? Ik ga niet stoppen als je dat soms denkt. Ja, maar dan had je net moeten kijken. Nu moeten we gewoon in paniek raken als we moeten kiezen. Oké, ik zet hem even stil. Gewoon stopknop, toch? Ook heel lekker hoor. Nu ga je wel heel langs. Oh, hier, stop! Stop! Hier moeten we links of rechts! Oh, Tippy! Heel netjes. Ik krijg wel een beetje paniek. Ja, niet geen paniek, joh. Jij bent spannender dan dat hele ding. Oké, kijk hier. Directional lever.
Je kan helemaal niet naar links of rechts, gast, joh. Zit je nou zat te directional? Directional. Naar voren en naar achter. Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Er zijn ook directions, joh. Niks aan de hand, dan. Maar je hoeft niet echt met schreeuwen. Dat vind ik altijd zo van. Maar we moeten daar wel uitstappen en dan een klonk omhalen. Toch? We moeten die linker klonk hebben. Jeetje. It's prime time. Toen ik ze altijd omhaalde, stond ze gewoon naast de rails. I didn't know there was a locking operation out here. Ook helemaal machine aan. Nee, je moet de wissel naast de rails gewoon doen. Dat deed ik vroeger altijd, toen ik nog machinist was. Oh, dus ja, echt een flip muziekje erbij. Kijk hier. Kijk. Dit ken ik. Hoppakeetje. Die gaat breken. Nee, joh. Gaat prima. Er lag iets bij de machine, zegt iemand. Lekker wat liggen. Ja, niks van mij bij. Bullet, up. Wil je achteruit? Ja, nou naar voren. Moet even die... Stukje naar achter. En slaan we in. Oké, maar nu is hij lekker beter hoor, die gast. Kijk nou, wat is van... Oh, what the fuck! Kut! Ik zei dat hij mee naar achter moest. Weet je zeker dat we niet het spoor verkeerd hebben gezet gewoon? Dat hij al goed stond? Nee. We zetten nog wel op het oude spoor. Maar er ligt een boom voor, zegt de chat. En nu naar voren. Nee, we zitten nog steeds op die oude. Ja, moeten we waarschijnlijk met die klote machine doen natuurlijk. Nee, we zitten, kijk, we zaten nog... Oh, we zitten wel goed. We zitten wel goed. En go. Hoe zie je het? Kijk naar die splitsing. We zaten net gewoon over die splitsing heen. Ja? Kiek. Ja, net jongens. Ik ben noem een machinist. Staat... Shit, joh. The fuck? Staat geen Blair Witch, maar het lijkt meer een spookhuis ride. Ja, joh. Until Dawn style. Should be safer this way. Oh, moeten we daarheen? Geen idee. Ik ging geen zin in. Hij zei wel dat het safer this way is, maar... Ja, maakt niet uit. We gaan niet meer terug. Maar je hebt wel veel Train Simulator gespeeld, of niet? Ja, klopt. Dat zie je wel. En dat vind ik wel mooi. Moet weer rechts? Kut. Ja, ja. Stop. Halt! Let's go, bullet. Dat ging al een beetje draaien, hoor. We willen echt rechtdoor, want we kunnen ook gewoon rechts, hoor. Dat is ook prima. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, als je misselijk wordt, dan moet je het wel zeggen, Timon. Ja, ik ga ook af en toe pauze nemen, want ik word wel heel duizelig van. Het is best wel hard. Come on, buddy. Ja, we zitten over het rechterspoor. Ja, moet even naar achteren. Soms moet je er gewoon al in gaan ook. Ik vind het zo prachtig om jou zo bezig te zien, Timon. Ja, dat is mooi, hoor. Nu begin je echt te schijnen als de meest heldere ster gewoon. Ja, ja, dit is echt je ding. Zometeen ga ik ook omroepen als het moet, hoor. Ja? Ja. Met vertraging, geintjes en alles. Ja, tuurlijk. Nou, dat zou ik wel mooi vinden, hoor. Dat is zo heel onverwachts gebeurd. Station Amsterdam Centraal. Ja. Dat zeggen ze echt. Shit, we willen in die kamp, hè? Hé, hey, dit is weer een rondje van de zaak. Oh, gast! Jongens. Oh, ik ben super geflipt, jongens. We moeten het hele kutspel de hele tijd drie keer opnieuw spelen. We gaan naar rechts kijken wat hier rechts staat straks. Ja, hij zei dat het daar super veilig was. Ja, de chat. Ga laten we naar de chat even gluren. Misschien moeten we daar een foto ophalen of weet ik veel wat. Maar nu even kijken. Moet je hier, ja, nu. Gewoon je uitstappen. That's our stop, buddy. Oh, we moeten hier gewoon heen, zegt hij. Die gek. Let's hope it's still standing. We moeten naar de chat. Zo, ik zit nog aan het opletten, joh. Gewoon een hard geluid in mijn gezicht. Bullet. Kom lekker bezig. Het boeit hem zelf ook niet eens. Bullet! Dus is er een geest hier. Wil je even zeggen waar hij is? Dan kan ik op hem schijnen. Links zijn, denk ik. Ja, dat is het. Er zijn er meerdere. Klote hond. Het is nu al lang al niet eng meer, oké? Nee, dit is gewoon klaar. De eerste spartel is een beetje geflipt. Maar het is ook gewoon inderdaad van... Ze gaan zo lang door dat het gewoon niet meer spannend is ook. Als hij één keer op hem schijnt, dan was het nog even een momentje misschien. Ja. Hij spartelt even in je scherm en dan schrik je van het geluid. En dan is het van, oh, oké. Het beest is een beetje ziek aan het worden, ben ik bang. Straks gebeurt het echt. Hij begint wel steeds vaker te hoesten. Nee, joh.
gaat prima met hem. Ik ga geen puzzels doen hoor. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Dit is voor de chat. Deze voor de chat. Laat even de chat zien. De chat heeft het gezien hoor. Oké. Looks like we won't be getting in through here. Hey, dit was de trailer. Hier stond een man in een hoekie, weet je nog? Of was dat niet hier? Nee joh. Van waren die helhonden wel, joh. En dan gaan we toch weer door. Dan gaan we gewoon die andere route nemen. Denk je hier ook? Oh, kun je hier ook? Oh ja. Mooi hutje. Is een prima hutje hoor. Niks mis mee. Wat wil je nou van mij, dat hutje? Dat moet ik toch wel eens doen, of niet? Het is wel te griezelig. Hier, dit is een code ding zeker. Zou je in eentje wonen in een hutje dat is te geflipt? Ja, in een bos. Ja. Dat moet je niet doen ook. S'nachts is het niet te doen. Hutjes zijn eng. Bullet! Kan ik hier nou echt niks doen? Nee toch? Oh, ik zal even de chat kijken. Oh, hier is ik iets. Het wordt ook wel een heel geflipt geluid, alsof er iets gebeurt. Zet, Jos. Echt geflipt, joh. Ik heb geflipt. Hij is bezeten. Search. Zoek, zeg ik. Ja, dat... Nothing, eh? Ik zoek niet kokhals, hè. Oh, kijk hier. How the hell did they get here? Marley. Kijken dan hier, heb ik vast iets gemist. Kun je hier niet ergens in of zo, ergens onderdoor of ergens squeeze through? Of moeten we nu weer terug of zo? Ja, ik weet het niet. We kunnen ook gewoon nog die andere kant op, hè, met dat treintje. Ga naar de achterkant, zegt iemand. We hebben net een uur gekeken. Kruip door het gat links. Maar dan komen we hier uit, toch? Oh, nou! Normaal ben je heel goed in. Kom hier. Hier de hond. Ik ga er even doorheen. Pak hem. Come on, look around, boy. Gast, het ligt gewoon hier voor ons. Nothing there, huh? Niks. Kut. Wat is het? Een klon? Come on, bring it to me, boy. Ja, 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 ja. Hij gaat het doen nu. Hij gaat het heel traag doen. Hij gaat het deze week nog... Oh, oh, pas op. Ja, is moeilijk, hè? Ja. Kun je nog rustiger iets pakken of. Ga naar janken. Heb je te hard gewerkt? What the fuck? Dan kun je sneller of zo. Kun je mijn karretje pimpen? Nee, waar moet je hier? Nee, weet het eigenlijk niet. Ja, dit ziet er wel helemaal kapot uit. Maar je kan niet interacten, dus dan is het. Wat kan ik hier nou mee doen met dit troep, joh? Dit is nog meer troep in mijn broekzak. Nee, we gaan hem niet aaien, jongens. Weet je hoe traag hij bezig was? Oké, nou, we gaan terug naar zo'n dingetje, denk ik dan. Ik denk, pas wel voor die helhonden, hè. Hier komen ze misschien. Dat is maar even slikken en dan kill je ze gewoon. Oh, ja, je kon er wel iets mee. Ja? Ja. Zie je? Ik weet niet wat het doet. Hebben we nu niet iets gedaan pas? We hebben gewoon lampjes aangezet nu. Hey! Hoppakee. Ja, misschien dat nu dat meterkastje. Oh, een meterkastje, ja. Het knippert hier wel wat nu. Maar dan zou je toch ook wel het spel zeggen van... Ah, het staat nu nog niet aan. Als een hint, maar dit spel doet sowieso niet een hint. Kom maar even lekker hoor. Yeah, good dog. Eén kriebeltje wil ik geven. Niet overdreven, joh. Nou, ik ga terug naar mijn karretje. Ik ga gewoon die ene kant op, de andere kant op. Dat doe je heel goed. Pas op die helhonden aan het koor. Ja, dat creepy geluid komt opeens weer overal vandaan. Gewoon niet kijken. We doen wel alsof we echt iets anders hebben gedaan, ja. Stap in, honden, jongen, daar gaan we.
naar rechts zetten en dan gaan we rechts af. Ja. Wij zijn nu naar links. Stond hier zo? Nee, we waren net. Zijn we al rechts geweest? Ja, 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 sowieso. Kom hier, jongen. Bullet. Hey! Jump on, boy. Tim, ik zou het echt heel erg leuk vinden als zou je iets zeggen over vertraging, omdat we zo lang bezig zijn met het stuk. Dat zou ik wel echt heel tof vinden. Oh, yo, what the fuck? Kut. Let's go, Bullet. En Dan. Dat deed iets. Ja, dat zijn de creepy cool machines weer. Ja, ik hoor hem al. Hij komt, Tim. Niet schrikken van hem, hoor. Hij is er al, denk ik, hoor. Hij is er al. Ja. Ik voel hem al. Ja, 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 mist hem. Ja, 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 ja. Dit vind ik goed. Dit vind ik, jongens. Pas op, hoor. Ik denk dat het mentaal nog geflipter is op de vijfde keer ook. Die keer gaat de hond gewoon een keer de kant op kijken. Ja, het boeit de hond niet eens meer. Zie je gewoon in je rug pakken? Ga, zo vaak ga je terugkomen. Oké, okay. Is het klaar? Ja, is het klaar. Ja, we moeten met onze machine nu. Hey, stokgeluiden, dat is geflipt. Nee, het is gewoon een ding die nog aanstaat. Weet je het zeker? Want dat was zo ook in de film dat je allemaal knakkende takjes... Weet je, het is geen blijwitch. Laat het los. Het is geen blijwitch meer. Dat. Kom op. Was het wel uit? Misschien niet. Nee, ik hoor hem werkelijk nog brullen, die machine, gast. Ik bedoel, de stopknop, ja. We getting off, buddy. Jawel, het zijn wel takkies. Kijk, 10 minuten gaat het. Je hoopt echt te veel. Waarschijnlijk gaan er weer zo meteen kanonskogels komen en alles. Dit hadden ze moeten doen toen we door een bos liepen. Ik heb het gevoel dat ik het met het karretje moet doen. Ik ga nu gewoon te voet. Wel geen karretje nodig, gast. Nee, joh. Mijn beentjes werken prima. Oh, ja, het is geflipt. Alleen, ik heb het gevoel dat het uit een bos moet komen. Het komt echt recht voor, maar vanaf de rails. Ligt er aan welk kant je op kijkt. Hier is het einde ook even van de rails. Oh, papierwerk. Kunnen jullie een keer een hartslagmeter omdoen bij Timon? Als jullie een horrorspel spelen, zo vermaakt zijn, dat is wel een geinig idee. En dan kunnen we zien wanneer we opgefokt raken. En dan kunnen we het ook niet verbloemen. Dat is geinig. Als we het kunnen weergeven op de stream, het zou mooi zijn. Voor mij is het ook wel goed te doen. Ja, en Captain Cupcake komt binnen en die denkt gewoon, hey, een leuk ideetje. Each one is more twisted than the last. Heel! Bullet! Wel sapgeluiden, man. Ja, is die hond. Oh, is dit een tripwire? Nee, we gaan gewoon recht doorheen. We stapten er overheen, dat zag je gewoon niet. PewDiePie heeft het ook een keer gedaan. Het is grappig om te zien, want wij doen het dan niet, want wij hebben respect voor iemand anders ideeën. Wij zijn ook de eerste die dit spel spelen. Zou mij niet verbazen hoor, als iemand anders is echt het zo, gaat spelen. Zijn de eerste. Als een ander mens dit spel ook gaat spelen. Maar dan ga ik ook gewoon boos worden hoor. Om zijn echt precies een rondje gelopen. Zullen we zo'n hond iets vinden onderweg? See if you can find something, buddy. Ik wil niet opfokken, Tim. Maar? Maar er wordt wel een snake break aangevraagd. Geen snake break. Sorry, ik dacht dat ik je boos zou worden, maar ik dacht ik probeer het. Nee, ben gewoon klaar mee. Zou je zo moeten snappen. Maar nu blaffen namen nu je weg bent. Hier! Ik heb wel het gevoel dat we bijna bij het leuke stuk zijn. Ik heb het gevoel dat het spel gewoon niet leuk meer is. Nu loop ik gewoon rondjes ook. Dat doen we het hele spel al. Nou, ja! Dit kan jij. En dan dat. Ja, dit stammetje op, Tim. Ja. Kijk. Kijk, 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 kijk. Ja, kijk, 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 ja! Bullet. Een mokermotor. Dat is een mooi ding, hoor. Er zitten een paar pk'tjes in. Ja,
kun je bekijken. This one is barely holding up. Let's see if there's anything to salvage. God, moet echt dingen vinden. Alles wat ik wil. Door een bos lopen. Mijn, hoe heet het, bouwen? Tentje. Oh, het is al laat. Ik denk dat ik beter kan slapen in het tentje. Want hoor ik mijn takjes. Dat is een kut idee, Peter. We hebben net iedereen al gekald in de chat. Is het nog steeds een kut dat je dit hebt gezien? God. Denk je dan niet dat het nog leuker is? Sorry. En dan moet je uit je tent. En dat wil je dan niet. Ja, joh. Ik zou nu echt liefst in mijn tent gaan kruipen. En ik weet het al. Want je hond ligt naast je en die gaat piepen. En dan rent hij weg. En dan moet je hond, hond. En dan moet je achter maar in de bos. Dat is een kut idee, Peter. Ja, ik denk dat ik wel oké bezig ben, maar... Ik zeg dat ik hier wel klaar mee ben. Ik heb gewoon geen zin meer om te zoeken. Het is te veel zoeken, te weinig. Ja, ik moet er weer twee dingen zoeken. En daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon lekker creepen. Lekker creepen met z'n allen. Creepen met de mannen. Wat ben ik nou aan het doen? Een karretje aan het zoeken. Oh ja. Een stroomfoto. Oh, die kennen we nog niet. De naam zijn ze meteen ook op, joh. Dan gaan ze echt... namen bedenken. Jij moet de hond vragen, anders... Ja, als hij niks weet, dan ben ik er klaar mee, hoor. Dan is het over. Oké, ziek. Ja? Nee, hij gaat zeggen nope. Nothing, hey. Ja. Ja. Het zal bij het hutje zijn, als dat het enige is wat hier te doen is. Explosieve torn. Moersleutel. Heb je nou te... Hij heeft het. Maar hij loopt te janken, joh. Daarachter ziet hij het. Zo, je hebt echt te veel respect voor het spel. Die iets door het hutje heen ziet en aan de achterkant erheen loopt. Ja, maar hij ging toch piepen? Dat doet hij toch alleen als hij het ziet? Nee. Je moet hem hier laten zoeken. Laat hem zoeken in het hutje. En als hij daar niks heeft... Come on, look around, boy. Nee, in het hutje. Hij zit net hier nog. Bullet! Ja, gaat hij niks vinden, geloof me nou. Hop, zoeken. Ziek. Gaat lekker van het rondsmikkelen. Oh, dan zou je in het hutje ook al kijken, Tom. Ja, hier staat, instaan. Tuurlijk. Ja, ik weet het niet meer, Piet. Ik heb gewoon geen zin meer. Ja, je mag zoeken. Ik ben er klaar mee. Dat gaat niet zijn, joh. Gaat hij wel lekker meekijken, alsof het echt iets was. Te weinig creep, te veel zoeken. Daarom doen spellen van die punten de hele tijd in het scherm. Hier moet je heen lopen, om voor mensen zoals wij. Ja, dat is echt zo. Maar dan waren we wel verder. En dan waren we misschien aan het creepen in plaats van de hele tijd aan het zoeken. Ja, hallo? Maar ze waren lekker aan het creepen en toen ging het verpest toen het tot de ghoul kwam. Nee, het begon al toen ze over de man het verhaal vonden. Ja, dat is klaar. Toen was het gewoon. Het is over, jongens. Ik ben bang dat het over is. Ik vind het wel jammer, want ik had zoveel hoop voor het spel en het had zoveel potentie. Maar hoop is wel... Het had potentie, maar, gewoon maar na 3 uur spelen is het wel echt een no-go. De set is ook staat klaar, maar ze willen te veel hun eigen ding doen. Ze willen gewoon te veel horror zijn. Ja. In ze moeten iets minder horror zijn. Ze moeten realistisch doen. Ze moeten realistisch horen. Gewoon net zoals in het bos lopen en hoor je gewoon geflipte geluiden. En dat is eng. Niet die super goals die ik daar zie. En dan een kwartier in beeld laten schijnen, zodat die gewoon dat die niet meer eng is ook direct. Ja. Ja, jammer. Het was nog wel een soort van geflipt hoor, laten we eerlijk zijn. Het begin was wel mooi, maar het is langzaam het afgestreven. Ik heb gesparteld alsnog. En dit is gewoon, nu zitten we, dit is de 4e, 5e keer dat we vastzitten en dat we iets moeten zoeken. Maar laat ons gewoon doorgaan. Maar als het zoekgedeels leuk zijn, maakt niet uit. Ja. Peter, dat was wel gezellig toch? Hey, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ja, tuurlijk joh. Maar ik baal gewoon omdat het een van de spellen was waar ik echt naar uitkeek. We zitten halverwege het spel. Je kan hem echt wel een keer kunnen misschien uitspelen. Weet je wat balen is? Als we nou net dat stukje langer, dan kwamen we bij het leuke stuk. Nee, Peter, dat moet je echt loslaten. Halverwege het spel moet het wel. Want het spel is
Vijf uur? Ja, het spel is 5 uur. En Timon, mag ik één ding van je vragen dan? Nee, geen Snake Break. Dat kan ik niet aan. Wil je het alsjeblieft... Dan moet je voor betalen, Noah. En dan ga ik je gratis Snake Breaks weggeven. Ja, kut jongens. Ik ben slecht in Snake. Oké, zet hem op subscribers mode. 1 Snake Break. Wat is subscribers mode? Subscriber mode. Oh, zodat alleen de subscribers kunnen juichen. Alleen de subscribers juichen. Ja, je bent wel echt een slimme streamer. Ja, tuurlijk. Hiervoor moet je betalen, normaal gesproken. Ga ik gratis een snake break doen? Ben je helemaal gek, ja, joh. Het is wel eigenlijk ik doe dit niet voor een lol, hè. Hetzelfde ga je Messi in zijn vrije tijd vragen. Hij wil je even een balletje van omhoog houden. Ja, dat ga je niet doen. Moet je eerst een tientje in zijn portemonnee stoppen. En dan gaat hij misschien hoog houden. Dan houdt hij 3 keer hoog en zegt van... Ja, ik kap hem. Hij kan ook niet meer, heb ik gehoord. Oké, maar de chat vindt het wel mooi. Ik hoop dat het jouw hart ook een beetje verwarmt alsnog. Ik wil die highscore. Wat had je net als highscore? 25 of zo? 500 of zo? Net liep het vast. Kut app. Oké, dat is mooi. Vinden ze het mooi, hoor. Maar vinden ze het mooi of is het gewoon mooi? Ze proberen zelfs mee te spelen, dat vind ik wel... Eigenlijk is het wel pijnlijk dat Snake het leukste is uit het spel. Oh, kut. Kijk nou, even mensen clearen met verwachtingen, hè. Kijk, ik ben spannender dan het hele spel. Maar zo bouw je iets op. Zo bouw je gameplay op, denk ja, ik een beetje dan. Spooken, een beetje net... Ik ga het randje raken. Nee, hoor. Boom, alles gaat weer goed. De pijlen leiden me af. Sommige mensen willen je sturen, je kan door de muren, maar dan moet je echt nooit in trappen. Die muur heb je niet nodig. God, ik ben een snake professional. Probeer me dat niet wijs te maken, joh. Maar je was vreemd, weet het, balletjes komen nooit helemaal in het midden van het schermpje. Oh, deze bal. Oké. Okay. Dat is ook minder moeilijk, hè. Je denkt dat het allemaal willekeurig is, maar dat is natuurlijk... Flauwkul. Ja, gescript. Zodat het echt spannend is. Nieuw record, jongens. Heeft ooit iemand van jullie in de chat 20 gehaald? Dat dacht ik ook. Gaat hij die 25 pakken? Dat weet ik niet. Dat is wel maar echt een van mijn records. Maar hij is 32 mijn wereldrecord. Ja? Ja. Ik heb het gevoel dat het misschien wel kan gaan gebeuren. Dat zou toch een mooi einde zijn van een streampie? Ik weet niet. Ik word nu al een beetje zenuwachtig. Hey! Ja, dat dacht ik. Ja, je wil gaat subscriben dat hij erbij kan zijn. Hij zegt, dit was het subscriben niet waard. Of had je daarom dat hij niet meer voor ging lezen? Dat vind ik heel vreemd opmerking, maar het is sarcastisch, leuk. Het is humor van tegenwoordig. 27. Oh, dit is een hele pittige, jongens. Dit is een pittige. Niet voor Teampie. Echt, ik vind het wel prachtig zo'n lange slang te zien, hoor. Heb je ooit zo'n lange slang gezien in het leven? Ik heb zelden zo'n lange slang gezien. Oh, dit is een pittige, of niet? Dat is wel... Oh, shit. Dat is de lastigste pixel in het spel ook. Laat je niet kennen. Kijk. Kiek. Kijk nou eens even, jongens. Hier ben ik even bezig. Wil je een Snake soundtrack erbij hebben? Ja, tuurlijk. Dit is een beetje een creep soundtrack. Dat kan ik helemaal niet hebben er nu bij. Wat een slang, joh. Zo'n grote slang heb ik echt nog nooit gezien. Dit is voor mij echt een record ook. Geen echte slangen. Ja. Daar ga je, Timpie. Dat is een echte afsluiten en niet afgaan. Ik wil dat hele schermpje vol zien. Daar gaan we. Hop. Hop. Het is zo mooi om te zien, hè? Ja. Hey! Ik kan door dat dingetje heen. Dat wist je toch al aan? Ja, tuurlijk. Kut. En dan komt die drop, Timon. Ik pak ze alleen maar op de beat. Kijk, waar komt die? Hey, hoppakee. Ken deze high skill, jongens. Ken deze high skill. Ja, denk. Op! Hey! Nee, niet. Oi! Nee, niet, zegt hij. Joh. Wat een slang. Ik dacht dat het 32 jaar een wereldrecord was. Ja, klopt, maar ik ga er overheen. Ik ga er overheen en open en open. Kunnen jullie 50 aantikken? Ja hoor. Baby, can't you see what you do to me? I
gaat over, joh. Ja, ik dacht, je hebt de controle niet langer. Hij is te lang, hij is niet meer onder controle te houden. Het is wel moeilijk in deze slang onder controle houden, hoor. Blijf wilde beesten. Legit control. What? Is het een compliment als je een slang wordt genoemd? Ja, tuurlijk. High skill. Oh, wow! Oh, even clearen, even clearen. Ja, Snake in Smash zou wel goed zijn. Verdient wel een plekje. Oh jeetje. Heb je een slangenkoppie getekend? Een slangenkoppie. Natuurlijk. Dat is echt kunst gewoon. Oh, ik zie nu ook pas dat je je lijnen laat beïnvloeden door de muziek. Ja. Dit is de karaoke versie, dus zit je ook nog wel zingen erbij. Ik ken de tekst nu. Dream. Gaan we dat ooit zien? Ik weet niet of ik ooit een 100 lange slang heb gezien, eerlijk maar gezegd. Maar dat slaat nergens op. Daar moet je van dromen. Daar ga ik niet eens van dromen. Je krijgt Snake Dance zelfs. Dit is helemaal niet gek! Oh. Dit lijkt meer alsof het je speelstijl op de spot, maar... Ga niet goed. Maar ik voel me wel een slang. Maar jij bent natuurlijk een Snake speler, Snake streamer. Ja. Maar denk je niet dat als Snake uit is, dat dan je hele kanaal dan ook gelijk instort? Omdat jouw content is alleen maar Snake. Ja, natuurlijk. Ik ga me niet bewust uitspelen. Ik heb al bij 100 heb ik hem uitgespeeld ook. Die heeft hij gewoon. Ik dacht dat het niet eens kon. Hé, hey man, de vorige playthrough. Toen kreeg je zo'n dubbel blokje en die pakte je het was af. En die heb je nu helemaal niet gekregen, die dubbele blokjes, toch? Nee. Dat is wel echt een fout van het spel. Nee, dan moet je afdwingen. Een olifant zien ze. Waar ging je er ook voor? Ja, geen olifantje maken. Dat is alleen voor de mensen die het echt snappen, hoor. Misschien dat ik hem niet zo duidelijk moet tekenen. Ik ben benieuwd wat hij nog meer gaat maken. Wat is dit dan? Een middelvingertje. Hoe langer die slang, hoe meer je ook kunt maken. Dat is mooi. Oh, maar dit gaat helemaal fout zo te zien, toch? Je kan er niet... Oh, je gaat bijna niet zelf pakken op deze manier. Vast. Gaat die 100 nog aangetikt worden? Is die ooit aangetikt? Dit is toch ziek of niet? Doe ook een verzoekjes voor tekenen, wat je kan tekenen. Natuurlijk. Iemand vraagt zo'n sicko, als je zo'n sicko kan tekenen. Die heb ik wel helemaal, hoor. Of een Pikachu. Nee, een sicko ga ik wel van maken. Oké, hier is een vleugel. Koppie. Koppie. Hier komt een biertje. Ja, ja, ja. Er spannen bijna die oogjes er nog in. Speel je normaal helemaal goed mee, dit nummer. Ja, het is een van mijn favoriete nummers. Van je highlights is dit toch ook, die highlights ja. Video. Je weet welke highlights op mijn kanaal. Oh, meneer Krabs die zijn spier laat zien. Ja. Hij is wel specifiek, ik had niet gedacht dat je die zou zien. Dit ben ik nog maar een beetje mee aan het oefenen. Het is een olifantje, of niet? Ja. Dat ben je goed. Dus dan weten ze, maar de kennis weten dat ik echt aan het spelen ben. Bij de 100 heb je hem uitgespeeld, hè? Ja, het zou mooi zijn als je dat ziet. Oké, okay, oh. Dit is heel slecht. Ja, maar je chille beat, mijn ogen gingen even dicht, joh, gast. Dat kan je mij ook niet kwalijk nemen. Geen excuus. Nee, het is misschien slecht van mij, maar ik heb het best gedaan.
Dames en heren, het was hem. Aankomende woensdag zijn we gewoon terug. Gewoon Droomstream woensdag. Stipt niet op normaal. Tijd. Niet normaal. Tot dan.